aanwezigen. Bij deze wil ik de vergadering openen en u alle welkom heten op de tribune, de pestribune, de raadscommissie, het college, de mensen die met ons meekijken thuis ook van harte welkom. We hebben een redelijk gevulde agenda. En als eerste meld ik formeel dat afwezig zijn mevrouw Kappert van Gemeentebelangen en meneer Wildvank van de Partij van de Arbeid. Meneer Wildvank wordt vervangen door meneer Broeren. Welkom aan deze tafel. En meneer Van Von Martels is afwezig. En wat zegt u? En mevrouw Rameman en meneer Lochtenberg komen eraan, is mij toegezegd. Dat wachten we dan af in spanning. Spreekrecht burgers is agenda punt 2. Ik heb vernomen van de griffie dat er geen aanmeldingen zijn en daarmee is agenda punt 2 ook geweest. Dan ga ik over naar punt 3, vaststellen van de agenda. Is er iemand die daarover een opmerking wil plaatsen? Nee, dan stel ik de agenda vast conform opgesteld. Naar agenda punt 4, kadernota verbonden partijen. Het is voorbereidend besluitvormend en dat betekent dat de raad wordt voorgesteld. Welkom mevrouw Rameman en meneer Lochtenberg. Dag. De raad wordt voorgesteld om deze kadernota vast te stellen. En de nota bevat voorgestelde kaders en werkwijzen over de inspraak en sturing op verbonden partijen. En dan zijn het verbonden partijen met de gemeente Dalfsen. En dat zijn instellingen waarmee Dalfsen zowel bestuurlijk een relatie heeft, maar ook financieel. Zoals bijvoorbeeld de veiligheidsregio en de GGD. De raad wordt ook voorgesteld om de bevoegdheid tot het indienen van zienswijzen op de begrotingen en de begrotingswijzigingen van die instellingen te delegeren aan het college. En in de bijlage is het voorstel nog eens nader uitgewerkt om te laten zien wat daaronder wordt verstaan. We gaan behandelen in 2 ronden. Informatief, dat wil zeggen de vragen die nog aan de orde zijn, die niet beantwoord zijn. En daarna hoor ik graag uw opinie. Ik zal proberen samen te vatten en te concluderen. En dan zal het overgaan naar de raad of anderszins wat de conclusie maar mogen zijn. Als eerste, wie heeft vragen en kan ik het woord geven daarvoor? Meneer Schuurman. Dank u wel, voorzitter. Als eerste bedankt voor de stukken. Eigenlijk 1 vraag. In de bijlage zien we dat de verschillen worden beschreven tussen mandateren en delegeren. Daarin wordt aangegeven dat er een mogelijkheid bestaat dat dit geplaatst wordt op het RIS. Ik vond dat wat onduidelijk. Kunt u dat iets toelichten? Wordt het wel geplaatst? Wordt het niet geplaatst? En wat is de achtergrond daarbij? Dank u wel, meneer Schuurman, gemeente Blanken. Meneer Uitslag, CDA. Dank u wel, voorzitter. Ook even over dat onderdeeltje delegatie van mandaat. Ik heug me niet dat we in de voorbereidende werkgroep daarover gesproken hebben. Tenminste niet in die diepgang en de verschillen daarvan. Ik werd wat getrekken door het overzicht wat erbij zat, over de verschillen daartussen. Want ik ben dus ook wel nagedenken over de wenselijkheid daarvan. De vraag die ik hierbij heb, of die wij hebben als fractie, of de raad nou makkelijk kan ingrijpen in een geval van delegatie. Hè, waar dus het voorgestelde wijze van overdragen van bevoegdheden. Hè, dus stel dat we het niet eens zijn als raad met inbreng van het college, of met een potentiële inbreng van het college. En dan praten we natuurlijk met name over de dossiers waar het achteraf herstellen niet mogelijk is. Dus gevoelige dossiers. In hoeverre is het dan mogelijk om daarin te grijpen als raad. Dank u wel, meneer Uitslag. Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Ik denk enigszins in het verlengde van mijn voorganger. Wij lezen in het stuk zorgen over democratische controleerbaarheid. Van intergemeentelijke samenwerkingen, CQ-verbonden partijen. Die zorg is überhaupt in gemeenteland wordt al vaker uitgesproken. En die delen wij ook enigszins. Wat is volgens BNW dan vervolgens de logica om de wijzigingen die in de begroting van gemeenschappelijke regelingen kunnen worden vastgesteld te delegeren aan het college? In hoeverre draagt dit bij aan de verbetering van het democratisch proces? Dat is eigenlijk onze vraag.
Heldere vraag, meneer Broeren. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Allereerst dank voor deze notitie. Het is een mooi stuk om even goed over na te denken. Ook wij zitten met precies datzelfde punt van de delegatie. Die komt wat ons betreft redelijk uit de lucht vallen. Er staat ook geen enkel argument bij. En dat geeft ook tevens wel de moeite aan die wij daar in eerste instantie mee hebben. Omdat ook in het verleden gebleken is dat er wel degelijk ook door de Raad zienswijzen worden ingediend. Dus waar komt dit idee nu vandaan? Dat is wel onze vraag. Iets breder is de volgende vraag. Zijn nu alle aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamercommissie hiermee uitgewerkt? En we zijn nog niet helemaal aan het afvinken geslagen, maar we hebben het idee dat er toch nog wel wat licht tussen zit. En uiteindelijk was het allemaal bedoeld om als raad meer grip te krijgen op de relatie en de effectiviteit met verbonden partijen. En bereiken we dat hiermee? Dat zijn onze primaire vragen. Nog twee aanvullende. Het gaat over de aansturing van verbonden partijen. Het lijkt erop alsof er alleen sprake is van verantwoording achteraf. En dat raakt natuurlijk wel de relatie van raad en bestuurder die deelneemt in het bestuur van een verbonden partij. Wat doen we nou achteraf en wat doen we nou vooraf en wat doen we tijdens een jaar, zou je kunnen zeggen. En dan is er nog een passage over de toezichtshoudende rol. Er staat bij dat gaan we op collegiale wijze doen. Daar ben ik altijd blij mee dat dat op die manier gebeurt. Maar tegelijkertijd, als je het zo formuleert, klinkt het wel wat soft. En volgens mij moet je juist op die toezichtshoudende rol, moet je wel klip en klaar gaan. Als je op een gegeven moment zeker ook een Delftser belang op enig moment wil dienen, moet je daar ook wel op kunnen doorpakken. Natuurlijk zul je dat collegiaal doen, maar het is net alsof er een boodschap onder zit. En misschien dat het even kan worden toegelicht wat daar nou precies mee bedoeld wordt. Dank u wel voor deze vraag. Meneer Royakkers, D66. Dank u wel. Ik zal daarop wat aansluiten op wat de heer Nijkamp verteld heeft en sommige anderen ook. Dat ga ik niet herhalen. Er zijn nog twee punten. In de taakgroep is gesproken over het zelf vooraf formuleren van beleid op aandachtsgebieden van de verbonden partijen. En omdat op die wijze beter aan te geven is wat er van de betreffende verbonden partij verwacht wordt in het belang van Dalfsen. En mijn vraag is, gaan de portefeuillehouders hier actie op ondernemen en zo ja, welke en op welke termijn? En een tweede vraag is, en dat heeft ook iets te maken met wat de heer Nijkamp noemde, de volgorde der dingen. En dat is zo dat je, als je een zienswijze wilt formuleren, dan moet je er ook tijd voor hebben. En wij hebben zelfs al gemerkt dat we verwacht worden in te stemmen met een begroting die er al ligt en met jaarstukken die nog niet klaar zijn. Dus ik denk dat het belangrijk is om die termijnen te verruimen en om een goede jaarplanning te maken. En mijn vraag is, gaan de portefeuillehouders hier in overleg met de verbonden partijen en hoe gaan ze dat realiseren? Dank u wel. Dank u wel, meneer Royakkers. Meneer Schuring, VVD. Geen aansluitende vragen. Dank u wel voor deze opmerking. Tussendoor vertel ik even de techniek. Ik ben helder in beeld, maar u bent wat in de warmere kleuren, heb ik begrepen van de griffie, technisch gezien. Puur technisch probleem. We kunnen het niet veranderen, maar ik denk dat de kijkers thuis hier een warme kleur zien. En dat is ook zo eigenlijk wel. Ondertussen wil ik het woord geven aan meneer Van Leeuwen als portefeuillehouder om antwoord te geven op de gestelde vragen. Kijk, ik zie er ook tropisch uit. Een mooie, warme blik. Ja, laat het helder zijn. Dank u. Dank u, voorzitter. Ik ga proberen om de vragen te beantwoorden. Ik doe het maar even in de chronologische volgorde zoals ze gesteld zijn. De GB wil weten of iets wel of niet op het RIS wordt geplaatst. Ik kan het zo snel niet vinden, meneer Schuurman, maar wat bedoelt u precies? Het gaat over een passage die in de bijlage staat. Eigenlijk is het ook wat je in de rest van de raad hoort. Een aantal collega's geeft ook aan dat een aantal punten wat vrijblijvend worden opgeschreven. Daar mag wat ons betreft wel iets concretere invulling aan gegeven worden. Van wat wordt er nu wel gedaan en wat wordt er niet gedaan.
Bij mijn weten proberen wij u zoveel mogelijk via het RIS te informeren. Dus vandaar dat ik even doorvroeg van wat wordt er nou bedoeld. U mag ervan uitgaan dat als wij in de huidige voorgestelde vorm gaan werken en we hebben informatie, dat dat absoluut via het RIS naar u toe zal komen. Niet misschien, maar absoluut wel. Het CDA wil weten of de Raad makkelijk kan ingrijpen bij delegeren. In hoeverre is dat mogelijk? Wat wij voorstellen, en dat werd ook al even door de heer Nijkamp aangestipt, wat wij voorstellen is om het, en dat is overigens iets wat in de werkgroep besproken is, dat is uw eigen werkgroep, als je aan het begin van een zittingsperiode, en daar mag u dan rustig even een 3-4 maanden de tijd voor nemen, het college duidelijke richtlijnen en kaders meegeeft wat u de komende 4 jaar verwacht van de standpunten ten aanzien van de verbonden partijen. En dan moet u daarbij denken aan de GGD, aan de veiligheidsregio en de RUD in oprichting, want die gaat nu ook omgevormd worden. Nou, dan geeft u kaders mee waarbinnen het college zich moet bewegen. Heel concreet, als we het hebben over de veiligheidsregio, daar is in het verleden onze vertegenwoordiger, de burgemeester, de heer Noten, op pad gestuurd met een bezuinigingstaakstelling. En dat heeft hij uitgevoerd. U zou ook kunnen aangeven dat u vindt dat de GGD, onze portefeuillehouder die daar dan in zit, zich actief moet gaan richten op het verder terugdringen van geslachtsziekten. Ik noem even een dwarsstraat. Ik geef een voorbeeld. Hè? Dan zijn wij gehouden om ons daar die 4 jaar voor in te zetten. Wat kunt u dan doen? Ja, als wij ons niet inzetten, dan is het heel simpel, dan stuurt u het college naar huis. Dat is uw machtsmiddel. Voorzitter, als ik... Ik wil graag eerst alle vragen beantwoorden. Houdt u hem vast? Dan wacht ik even. Ja. Ja. Dank u. Wat is de logica om te delegeren, was een vervolgvraag van de Partij van de Arbeid. Ja, die heeft voor wat ons betreft met 2 dingen te maken. 1, de discussie zoals die plaats heeft gevonden in de werkgroep en waarin we hebben aangegeven wat het gevolg is van mandateren. Namelijk dat u hier 3 keer per jaar zult gaan discussiëren over begroting, over uitgangspunten voor de begroting en over de jaarrekening. Dat is prima. Het leek ons en de werkgroep praktischer om te zeggen, wij sturen u met een missie op pad voor de komende 3,5-4 jaren. En daarop wordt u beoordeeld. Dat is wat wij willen bereiken. En dat heeft te maken met een stukje werkdruk. Overigens, dat verschil tussen delegeren en mandateren is expliciet toegevoegd om u inzicht te geven in wat zijn nou de verschillen en wat hebben wij dan nog als raad voor mogelijkheden, puur om u te helpen bij de besluitvorming. Als college maakt het ons niet zozeer uit of het nou gedelegeerd of gemandateerd wordt. Nogmaals, we hebben dit in 2 besprekingen in een werkgroep van de raad doorgenomen en daar is dit uitgerold. Hoe worden de Dalfser belangen dan behartigd, zegt de ChristenUnie in een eigenlijk afsluitende vraag. Ja, dat heb ik geprobeerd te schetsen door vooraf duidelijk ons de kaders en de richtlijnen mee te geven en ons daarop af te rekenen en ons aan te houden. Gaan portefeuillehouders actie ondernemen? Vraag van D66. Mag ik heel even weten waarop u wilt dat wij actie ondernemen, meneer Royakkers? Uw tweede vraag, namelijk goede jaarplanning, ben ik volstrekt met u eens. Dat is inmiddels bij de organisaties die ik net genoemd heb ook doorgedrongen. En zij gaan nu proberen om een zodanige planning te maken dat het mogelijk is om ook te reageren op de stukken. En niet dat we achteraf geconfronteerd worden met iets, ja, wat je eigenlijk
al over de termijn heen bent om nog vast te stellen, dan wel goed te keuren. Dus dat is bij die organisaties ook helder en duidelijk. Mede waarschijnlijk, naar aanleiding van de door de heer Broeren genoemde landelijke commotie over dit onderwerp, waarbij er heel duidelijk een vraag is van wat zijn er dan nog voor mogelijkheden, voor raden, voor organen om hier mee om te gaan. Dat even in eerste termijn, voorzitter. Maar misschien als ik nog wat vergeten ben, hoor ik het graag. Dank u wel, meneer Van Leeuwen. Dan wil ik eerst meneer Rooijakkers even het woord geven om te antwoorden op de vraag. Nou, wethouder, die heeft het tweede deel van mijn vraag denk ik goed beantwoord. En het eerste vraag heeft hij toch volgens mij ook wel antwoord gegeven op, als vervolg op wat de heer Nijkamp bedoelde. Hij heeft gezegd dat de raad aan zet is in de eerste periode van 4 jaar om over GGD, veiligheidsregio en RUT beleid te formuleren, kaders en richtlijnen mee te geven. Dus ik beschouw dat wel als een antwoord op mijn vraag. Maar het zou misschien wel mooi zijn als het college daar een voorzet voor zou geven. Want als de raad alles in de eerste maanden van zijn nieuwe bestaan moet gaan zitten bedenken als het blauwe inein, dan is het ook lastig. Dat is helder en dat ben ik met u eens. Dank u wel voor deze toelichting en beantwoording. Zijn er nog vragen open? Ja, meneer Uitslag, CDA. Ja, dank u wel. Ik heb hem geprobeerd mijn vraag te onthouden. De wethouder geeft namens het college een antwoord. Dat schetst erbij hoe de werkwijze is. Dat we als raad kaders meegeven en dat het college uitvoert en we als raad kunnen controleren. Helemaal eens, dat is de hoofdlijn van de commissie, van de werkgroep die dat heeft ingebracht. Ik was er zelf ook een deelnemer van. Maar daarbij hebben we niet zozeer gesproken over het verschil tussen mandaat en delegatie. En nou juist in het voorbeeld dat u schetst in het proces, zijn beide nog steeds mogelijk. En mijn vraag was slechts, wat is het verschil? Hoe ver kunnen we nog ingrijpen als het nodig moet blijken zijn? En dan is het antwoord van ja, u kunt u naar huis sturen. Ja, dat is inderdaad een optie, maar dat kunnen we ook op andere momenten. Daar hebben we geen delegatie voor nodig. Er is trouwens geen dreigement. Maar, nee, ik ben dat met u eens, meneer Uitslag. Dat is natuurlijk de ultieme situatie. Maar vanuit het college denken wij dat het waardevoller is om bijvoorbeeld 1 keer per jaar met u diepgaand te discussiëren over de ins en outs van een RUD of van een GGD. En dan met elkaar na te gaan of dat wij ons inderdaad als college bewegen binnen de meegegeven kaders en richtlijnen. Dan dat we u daar 3 keer per jaar mee opzadelen om dat met elkaar te gaan discussiëren. Dus ik denk dat los van als u het delegeert, dat los daarvan dat wij toch wel degelijk, en dat kunt u zelf als raad trouwens sowieso het agenderen, dat het verstandig zou zijn om 1 keer per jaar met elkaar daar een diepgaand gesprek over te hebben. Oké, maar nog steeds, want voor mij kan dat ook bij allebei de smaakjes, kan dat nog steeds. Alleen mandaat is dat je als raad wat makkelijker bevoegdheden kunt terugnemen, volgens mij. En bij delegatie is dat wat minder makkelijk. Ik vergelijk even de trefkoelen, ook de gemeentehuis, waar we inderdaad achteraf hadden kunnen controleren, maar ook gezegd hebben, we vinden het handig om tijdens de bouw zo'n monitoringscommissie te hebben, zodat we met elkaar in gesprek blijven. En ik zou me zo kunnen voorstellen dat zo'n mandaat daar veel dichter bij in de buurt komt dan een delegatie. Maar ik hoor u dat verschil niet duiden. Dus ik hoopte juist dat ik in de bijlage die meegestuurd is, het verschil tussen beide heb kunnen helder maken. Maar wat u schetst is correct. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Naar mijn idee zijn er in ieder geval nog een paar vragen niet beantwoord. Dat is namelijk gewoon toch de basisvraag van krijgen we nu meer grip hierop? Op de verbonden partijen met deze voorstellen. Want dat was de bedoeling ook vanuit het Rekenkamercommissierapport. Eigenlijk, er zitten wat tegengestelde bewegingen in. Aan de ene kant een aantal voorstellen waarin je kan concluderen van, dan krijg je als raad wat meer grip. En tegelijkertijd wordt er ook iets weggehaald. En dan weet ik dus niet of je uiteindelijk onderaan de streep nou meer grip hebt, ja of nee.
Dus dat is één punt wat nog wel blijft hangen. Dan vervolgens de aansturing van die verbonden partijen in de zin van is het alleen verantwoording achteraf bij de aansturing en de toezichtshoudende rol, is dat niet wat te soft. Maar daar zouden we graag nog een toelichting op krijgen. Leeuwen, alstublieft. Ik denk, meneer Nijkamp, dat het een politieke afweging is die u moet maken. Of u vindt dat u voldoende grip krijgt op de verbonden partijen. En daarbij staan de twee instrumenten u ten dienste. De ene is delegeren. Nou, als u zegt, wij vinden dat dat met de kaderstelling en de richtlijnen vooraf, plus de, nou laat ik het maar even zeggen, evaluatie, discussie die we eens per jaar voeren, dat is voor ons voldoende garantie om daar grip op te houden, dan is dat een politieke afweging. Als u vindt dat dat niet het geval is en u vindt dat u daar zelf toch meer aan het stuur wilt zitten, dan moet u de andere keuze maken, namelijk dat van mandateren. Maar het is een politieke afweging die u zult moeten maken. En voor ons als college hebben wij gezegd, het maakt ons niet zoveel uit. Alleen vanuit de werkgroep kwam er een voorkeur voor dit model en dat hebben we verder wat uitgewerkt. Maar als u zegt van wij willen toch liever mandateren, dan hebben wij daar volledig vrede mee. Maar ik vind het echt een politieke afweging die u moet maken. Misschien toch even voorzitter. Meneer Uitslag, CDA. Ik heug mij niet dat uit de werkgroep gekomen is dat wij hebben gesproken over delegeren. We hebben wel gesproken over het college aanzet maken. Hè? Dus kader stellen door de raad, uitvoeren door het college. Maar het is ook een mandaat. Wel degelijk, de werkwijze zal er niet in veranderen. Dus daarmee hebben we in zoverre gesproken over het proces en hoe we moeten werken. Maar niet in de juridische vorm waarin dat gegoten wordt. En de vorm waarin het proces hoe we willen werken, nou, dat is goed verwoord. Dus loop ik vast vooruit op de tweede ronde. Daar kunnen we ons wel in vinden. Maar of dat nou via delegatie of via mandaat moet, dat is volgens mij, daar ben ik wel aardig zeker, niet zozeer in die diepte over gesproken. Voorzitter, ik wil even een korte reactie geven en dan verzoek ik u om de heer Noten het woord te geven. Want ik was toen op vakantie, die heeft die tweede vergadering bijgewoond, dus die weet precies wat daar gezegd is. Wat de heer Uitslag zegt is in feite van die kaderstelling, daar hebben we het over gehad. En dit is wat het college betreft daar de uitwerking van. En als u daar een andere uitwerking van wilt zien, ja, nogmaals, een politieke keuze. Dank u wel, meneer Van Leeuwen. Ik begrijp dat u meneer Noten het woord wil geven bij deze. Dank u wel, voorzitter. Nou ja, het kan best zijn dat er niet zo indringend over gesproken is, maar in ieder geval de conclusie is door de ambtenaar en mijzelf getrokken na dat overleg. En we hebben ook echt wel gehad over delegatie versus mandatering. Dat het zou moeten gaan om delegatie. Nogmaals, daar is niet indringend over gediscussieerd. Dus in die zin vind ik het prima dat het nu wel gebeurt. Daar moet je een bewuste afweging over maken. Volgens mij is de insteek eigenlijk geweest tijdens dat laatste gesprek. Dat het zou moeten gaan om een verschuiving. Dan laat ik het anders zeggen. We praten nu heel vaak, naar ons gevoel, over andermans begrotingen. We praten over de begroting van de veiligheidsregio. We praten over de jaarrekening van de veiligheidsregio. We praten over de voorjaarsrapportage van de veiligheidsregio. En de hele insteek is dat we daar minder over zouden moeten hebben. En we zouden het meer moeten hebben over de inbreng van onze bestuurder in dat overleg. Dat zou de verschuiving moeten zijn. Dus het zou niet moeten gaan over de begroting van de veiligheidsregio, waarbij u dan altijd weer het gevoel heeft dat u een van de vele partijen bent en te weinig invloed. Maar het zou moeten gaan over wat de bestuurder, uw bestuurder, daarvoor opdracht heeft en in welke mate hij die opdracht, of zij, die opdracht heeft gerealiseerd. Dus graag minder overleg over iets waarvan u het gevoel heeft dat u weinig invloed heeft en meer overleg met degene waar u een directe relatie mee heeft, namelijk uw wethouder. Of
burgemeester. En dat is de kern van de hele gedachte. Nou, dan moet je niet weer heel vaak gaan praten over begrotingen waarbij je dan dat nare gevoel hebt dat je er niet over gaat. Je moet het hebben over de vraag wethouder, dit was onze opdracht, heeft u gerealiseerd ja of nee? Is daarbij mandatering of delegatie een principieel breekpunt? Mij lijkt niet. Ik zou het wel heel spijtig vinden als we toch nog iedere keer de voorjaarsnota en de begroting en de jaarrekening dan weer opnieuw zouden agenderen. Want dan zijn we geen donder opgeschoten en dan doen we alleen maar hetzelfde nog vaker in plaats van iets beters minder. Ik weet niet of ik te volgen ben, maar... Dus dat is, het gaat meer om wat wij met elkaar doen dan omdat hoe formeel juridisch in elkaar zit. Zo heb ik de discussie toen begrepen. Dank u wel, meneer Noten, voor deze toelichtende uitspraken. Zijn er nog vragen opengebleven nu? Dan wil ik graag uw opinie horen. Meneer Royak is D66. Ja, u kijkt mij zo aan, voorzitter. U weet dat ik nooit om een opinie verlegen ben. Op de eerste plaats is het zo dat het een belangrijke nota is. En alle lof daarvoor. En ook prima dat het college zich in die zin flexibel opstelt. En zegt van het is een aanzet voor een discussie. En laten we kijken. Want het is natuurlijk De aanleiding voor die nota was een gevoel bij de raad en zoals uw broer zegt was ook breder landelijk gezien de vraagstuk van de democratische legitimiteit van verbonden partijen en hoe dat we daarmee om moeten gaan en hoe dat we daar als raad in zitten. Dat was de aanleiding. En wij zijn als D66 groot voorstander van het verhogen van de democratische verantwoording, maar dan zit je wel met het dilemma. En dat heeft de burgemeester ook keurig geschetst. Dat je hebt, je moet oppassen dat je je tijd goed besteedt. Dat je ook in het overleg onderling, maar ook in het overleg tussen de raad en de college, daar op een zodanige manier mee omgaat dat je effectief bent. En ik kan me dan wel voorstellen, en daar heb ik ook wel een idee over, dat je zegt van, als je die afweging maakt, tijd, democratisch gehalte, natuurlijk hebben we vertrouwen in de manier waarop het college ermee omgaat als we daar afspraken over maken. Dat je zegt te delegeren alle gemeenschappelijke regelingen die wat minder van belang zijn voor ons en waar met name ook weinig financiële belangen mee behartigd zijn voor onze burgers, op heel grote afstand staan. En we horen wel één keer per jaar wat het college daarmee doet. We mandateren bijvoorbeeld een enkele belangrijke gemeenschappelijke regeling waar we ons heel bij betrokken voelen. En we gaan ook proberen om niet over de begroting en de allerlei andere technische details daarover met het college te spreken, maar wel bijvoorbeeld 1 of 2 keer per jaar dat we vooraf het college een voorstel doet van welke voorstellen ze gaan inbrengen. En dat we dan af gaan spreken wat de doelstelling is van het optreden erin. En op die manier zouden we daar een goede afweging in kunnen maken, dat we niet al te veel tijd kwijt zijn, dat we ook niet aan al dingen gaan zitten bespreken waar we toch geen invloed op hebben, maar dat we maar over de hoofdzaken hebben. En als we dan iets bij de kop hebben waarin we samen met het college zeggen, we moeten als Dallassen onze belangen vertegenwoordigen, dan moeten we ook alles uit de kast trekken, want de enige manier om dan in een gemeenschappelijke regeling je zin te krijgen, is om te zorgen dat je andere gemeenten aan je zijde krijgt, om dan in de vergadering van die gemeenschappelijke regeling, het bestuur daarvan, een meerderheid te hebben. En daar heb je alleen als Dalsen dan ook weinig over te zeggen. Dus ik zeg van ja, laten we nou niet dan te veel met hagel schieten, laten we ons op de belangrijke dingen richten. En dan ook als kijken wat in het belang van Dalsen is. Daar wil ik het bij laten. Dank u wel, meneer Royakkers. Meneer Broer, Partij van de Arbeid. Nou, voorzitter, wij kunnen ons redelijk vinden in wat mijn voorganger heeft verteld. Het gaat ons inderdaad ook, zoals ik eerder aangaf, vooral om dat democratische legitimiteit van de besluiten die we nemen. En vooral de besluiten die voor het gevoel van veel mensen ver van ons afgenomen worden. En het is inderdaad ook de taak aan ons, ook mede, om dat gevoel juist weer hier naar de raad, naar de gemeenteraad te brengen. En ik denk dat de burgemeester goed verwoord heeft hoe hij dat voor zich ziet, door aan de voorkant stevig in te zetten hoe wij daar als Dalsen in staan. Ik ben daar wel mee eens met mijn voorganger inderdaad, dat dat misschien niet voor elke gemeenschappelijke regeling op dezelfde manier geregeld zou kunnen worden. Omdat het inderdaad zo is dat er een aantal regelingen zijn die nogal een flinke impact hebben op
gemiddelde Dalfsenaar. En dat het daarvoor het woord delegeren wel een erg zwaar middel is. Dus ik wil graag nog even in onze fractie daar verder over discussiëren hoe wij daarin staan. Ik vond de suggesties van de heer Rooijakker daarin een goed begin. In ieder geval voor de discussie bij ons in huis. Dank u wel voor uw reactie. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. De fractie van de ChristenUnie vindt sturing en beheersing van de gemeentelijke taken van groot belang. En of we die nou zelf uitvoeren of in een samenwerkingsverband is een tweede orde. Maar we staan wel met elkaar voor de effectiviteit van de gemeente. Dan ligt dit voorstel voor en wij vinden daarin veel mooie punten. Het idee om in elke raadsperiode ook te starten met een goede oriëntatie op, laten we zeggen, in ieder geval de belangrijkste samenwerkingsverbanden, verbonden partijen, dat vinden we een prachtig initiatief, mits het allemaal planbaar en plooibaar is. Het jaarlijks verdiept, zeg maar, met elkaar discussiëren met ook de portefeuillehouder hierover, vinden we ook uitstekend. Ik vind ook een hele goede start om datgene wat ook de heer Noot aangaf, te voorkomen dat we gedurende het jaar continu over allerlei kleinere dingen spreken en moeten spreken. Dat ondersteunen we van harte en tegelijkertijd blijven er nog wel een paar punten liggen. En dat is toch dat delegatiebesluit wat voor ligt. Met name over een paar grote gemeenschappelijke regelingen. Waar wij nog niet geneigd zijn om dat te ondersteunen. We kunnen dat voor een aantal kleinere, waar we relatief weinig direct burgerbelang in zien, wat meer voorstellen. Maar zeker een paar grotere en belangrijke als de veiligheidsregio, GGD en dergelijke, toch maar niet. Dus daar maken we nog wel een voorbehoud voor dit voorstel. Verder vinden we het wel van belang dat er ook periodiek een goede, juist inhoudelijke oriëntatie en een inhoudelijke discussie dan ook daarop plaatsvindt als we dat jaarlijks doen. Dat het niet beperkt blijft tot zeg maar de cijfers als zodanig, maar dat het ook echt over die inhoud gaat. Dus dat zouden we ook wel graag benadrukt willen zien. Ik denk dat ook de bedoeling is geweest hoor. Maar die vinden we wel van belang. En dan hebben we ook nog wel een ander punt. De heer Rooijakker die refereerde daarnet aan de verbinding zoeken met andere gemeenten. Daar wordt eigenlijk in deze notitie niet over gesproken. Tenminste voor zover wij kunnen traceren. Maar dat is natuurlijk van tijd tot tijd wel van belang. Want het kan zijn dat in die jaarlijkse discussie dat je een aantal onderwerpen tevoorschijn haalt. Waarbij je denkt van ja, wil je kans maken in de regio. Moet je wel wat partijen of wat andere gemeenten naast je vinden. Dus die verbinding is eigenlijk nog wel een wat open punt zou je kunnen zeggen. Lijkt ons wel goed om daar nader op te oriënteren wat we daarmee mee willen. Wat ons betreft zou dat in ieder geval wel als proef kunnen dienen bij, als we dit doorzetten, zeg maar, de jaarlijkse behandeling, om dat dan ook expliciet aan de orde te hebben. Want dat hoeft niet van tevoren allemaal, dat is vaak situationeel, maar laten we het wel meepakken. Dus in grote lijnen akkoord, maar dat ene punt, daar blijven we op haken. Dank u wel voor uw woorden. Meneer Schuurman, gemeentebelangen. Ja, dank u wel, voorzitter. Vanuit gemeentebelangen zijn wij in grote lijnen heel blij met het voorliggende stuk. De voorgestelde werkwijze die zorgt voor een meer gestructureerde werkwijze met betrekking tot de verbonden partijen. We krijgen vooraf de mogelijkheid om kaders mee te geven. En in het verleden was het meer zo dat we achteraf konden aangeven hoe de cijfertjes, wat we daarvan vonden. Ook het hele traject wat er aan vooraf is geweest, de rekenkamer, de commissie die er is gevormd, dat vinden we volgens ons een goede werkwijze. Waar wij wel mee zitten is ook nog het punt als er echt ingrijpende wijzigingen zijn tussentijds, hoe wij daarover geïnformeerd worden. En wat mij eigenlijk nogal van belang lijkt is dat iedereen nog eens even een keer goed kijkt naar het verschil van de definities tussen delegeren en mandateren. Want daar heb ik toch wel wat verschillen in gelezen. Dus dat is denk ik een opdracht voor ons allen. Voor de volgende vergadering. Volgens ons geeft deze werkwijze meer grip. We gaan van tevoren bepalen welke kant we op willen.
Wij zijn erg positief over het stuk, maar gezien de meerderheid denk ik ook dat wij het even mee terugnemen. En tijdens de commissie of tijdens de raadsvergadering komen met een definitieve uitspraak. Dank u wel, meneer Schuurman. Meneer Uitslag, CDA. Dank u wel, voorzitter. Allereerst dank aan de werkgroep. Ik vond het plezierig samenwerken, dus voordat ik het vergeet, dan gaan we over de inhoud verder. Heeft een goed stuk opgeleverd wat onze fractie betreft. Het is helder en voor iedereen overzichtelijk. Ook voor nieuwe raadsleden die straks in de volgende periode toetreden. De raad stelt kaders, het college voert uit en de raad controleert. Zo doen we dat hier met alles en zo doen we dat straks ook met verbonden partijen als een van de instrumenten die het college kan inzetten. Het is ook onze mening dat wij meer grip krijgen op deze manier. Vooraf zetten we inhoudelijke kaders wat wij graag willen dat er gebeuren gaat. En het college kan dan ook veel eerder en tijdiger reageren op begrotingen. Wat we nu al gehad hebben, dat de begrotingen al vastgesteld waren. Een bepaalde raar. En wij als laatste nog een keer aan mochten haken. En eigenlijk alleen maar ja konden zeggen. Omdat het effectief geen enkel effect had. Dus ik denk dat we meer grip hebben als Dalfsen, als gemeente, op de verbonden partij. En als raad. Nou ja, op de juiste momenten via onze normale cyclus die wij hanteren. Voorjaarsnota, begroting en jaarrekening. Dus zover zijn we met de insteek. Nou, ook goed voor de burgemeester. Helemaal eens. Ook van harte onderstrepen we de suggestie uit de nota, of het voorstel, om hierna te gaan kijken naar andere partijen waar we een innige relatie mee hebben. Niet per se een verbonden partij volgens de definitie. Maar wel eentje die als zodanig wordt gevoeld. Waar we een meerjarige subsidierelatie mee hebben. Of een ander inhoudelijke beleid mee hebben. Het is goed om ook daarover na te denken. En hoe wij daar als raad mee om willen gaan. En voor wat betreft mandaat of delegatie. Ik denk dat de heer Schuurman het goed verwoord heeft. Dat het ook ons juist lijkt om daar even over, dat even mee terug te nemen naar de fractie. Zodat we er ook daarna kunnen denken. En ons standpunt kunnen innemen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Uitslag. Ik heb gehoord dat... Neem me niet kwalijk. Pardon. Meneer Schuring, VVD. Ik zat ook heel stilletjes in een hoekje. dank, voorzitter. Nou ja, complete invulling naar aanleiding van de opdracht van de Rekenkamercommissie. Ik denk dat dat allereerst een complimentje waard is. Goed dat de raad met de eigen commissie bij betrokken is, wat ook wel weer een stukje vertrouwen geeft. Ja, jaarrekeningen, begrotingen, et cetera, van alle samenwerkingsverbanden. En dan vaak ook nog in een ingewikkelde volgorde, zoals we vaak voorkregen. Dat was niet de wenselijke situatie. Dus een kader en een opdracht meegeven vooraf. En het resultaat achteraf beoordelen, dat lijkt me op zich een prima. Een methode om in een dergelijk traject om te gaan. Maar wel met de mogelijkheid van bijsturen indien noodzakelijk. En nou ja, een jaarlijks overleg voelt wat dat betreft over het algemeen voldoende. Ik denk dat we daar elkaar ook scherp kunnen houden. Overleg met andere gemeenten hoorde ik. Ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. Want inderdaad, het kader kunnen we meegeven. De kaders van de andere raden zullen ongetwijfeld ook wel gesteld worden. Maar de invloed wordt dan vervolgens daarna pas ingebracht. Dus nou ja, met de beoordeling achteraf zullen we zien of dat gewerkt heeft. Het onderscheid tussen mandateren en delegeren. Per samenwerkingsverband en of je daar een onderscheid in moet maken, daar zouden wij er zelfs nog eens eventjes over willen discussiëren in ons groepje. Maar ik heb begrepen dat eigenlijk dat voor alle fracties, dus ik ben heel benieuwd. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd of er mogelijk vanuit het college wat dat betreft ook al een voorstel zou kunnen komen. Ik kan me ook iets bij voorstellen. Dank u wel, meneer Schuring. En daarmee wil ik eigenlijk dezelfde vraag stellen richting het college. Want ik heb gehoord dat een aantal partijen, Partij van de Arbeid, Gemeente, Belangen, CDA en VVD, het sowieso mee terugneemt naar de fracties om nader te bespreken. In ieder geval ook naar aanleiding van de toelichting die u heeft gegeven, die gegeven is door meneer Noten. En ook nog op de uitvoering zoals die is gegeven. En ik zou u willen vragen, heeft u nog de intentie om het raadsvoorstel zoals het er nu ligt aan te passen?
Volgens mij ligt het raadsvoorstel vrij open voor. Ik heb ook aangegeven dat wij als college er geen enkele moeite mee hebben als de raad zometeen beslist om niet tot delegatie over te gaan, maar tot mandatering. Dus wat ik al gezegd heb, het is een fundamentele politieke keuze die aan u voorligt. En wij hebben gemeend met de uitwerking zoals die voor ligt recht te hebben gedaan aan hetgeen besproken is met de werkgroep. En de keuze is echt aan u. Dank u wel, meneer Van Leeuwen. En ik begrijp van de griffier dat het een behoorlijke impact heeft om een mandaatstatuut aan te passen. En u vraagt dat nu aan de raad om dat in de raadsvergadering eind van deze maand te doen. En daarom was ook mijn vraag aan u in hoeverre u het raadsvoorstel de commissie horende of gehoord hebbende aan zou willen passen daarop. Ja, mij ontgaat het probleem even, want in een van de bijlagen is ook een aanpassing van het... De griffier even de technische beantwoording. In het raadsvoorstel is aangegeven dat een alternatief is om het mandaatstatuut aan te passen, maar dat lijkt me ingewikkeld om van de raad te vragen tijdens de raadsvergadering, als dat het alternatief is waar de voorkeur naar uitgaat. Nou, bijgevoegd is zijn bijlages, maar dan gaan we technisch, dat zullen we dan even moeten bekijken, een aanpassing van het delegatiebesluit. Ik zie niet in wat er gewijzigd zou moeten als aan mandateringsbesluit, als de raad besluit om te mandateren. Maar ik stel voor dat we dat even buiten deze vergadering dat bespreken. Dat is een goed voorstel om het buiten de vergadering in ieder geval technisch te bediscussiëren en daarmee het raadsvoorstel. Meneer Rooijakkers heeft nog een opmerking. Ja, ik had nog een vraag aan het college of men ook eventueel bereid zou zijn, want u zegt u bent flexibel, om te zeggen van als de raad nou tot de conclusie komt dat we heel graag willen delegeren, alle wat minder belangrijke, natuurlijk is alles en allemaal belangrijk, maar minder prioritaire zaken te delegeren en een paar gemeenschappelijke regelingen te mandateren, of dat u daar ook mee zou kunnen instemmen. Voor zover ik het weet hebben wij drie, op dit moment zelfs maar twee, verbonden partijen gemeenschappelijke regelingen, namelijk GGD en Veiligheidsregio. En de RUD is in wording. En de andere, die, en dan kijk ik even hoe dat net verwoord werd. Er werd gezegd, ik dacht dat meneer Uitslag dat zei. Het vervolg wat aangegeven is, is dat we zouden kunnen gaan kijken naar partijen waarmee we meerjarige, langdurige verbintenissen hebben. Niet zijnde verbonden partijen in de zin van de wet, hoe we daarmee om willen gaan. Dus het is nu ja of nee voor deze officiële verbonden partijen. Dank u wel voor deze toelichting en daarmee besluiten we dat de technische informatie nog wordt toegevoegd daarop. Dank u wel voor uw inbreng. Ook een moeilijk stuk, moet ik eerlijk zeggen hoor. Ik vind hem erg lastig en ik begrijp allen daarin. En daarmee is agenda punt 4. Het gaat als bespreekstuk dus naar de raadsvergadering, maar dat... mogen, hoop ik, duidelijk. We gaan over naar agenda punt 5. Verkenning regelgeving freeriders. Meneer Agricola is portefeuillehouder. En als eerste wil ik een toelichting geven op de tekst. Want ik weet niet in hoeverre het duidelijk is. Maar freeriders, dat zijn ondernemers die niet bijdragen aan acties van ondernemersverenigingen. Maar wel meeliften. Zo. Een soort free riding dus in dit verband. In het coalitieakkoord van gemeente Belang en CDA is opgenomen dat ook zij een bijdrage gaan leveren, eventueel door het realiseren van een gemeenschap van gemeentelijke regelgeving. Voor u ligt nu een notitie en er wordt ingegaan op een aantal mogelijkheden om dat te realiseren. En er zijn een aantal vragen in de discussie om met u over te praten. En dat is, vindt u het wenselijk om een ondernemersfonds in het leven te roepen? En wil de raadscommissie in overleg treden met de ondernemersverenigingen daartoe? En wat vindt de commissie van de vormen voor het instellen van een ondernemersfonds? We gaan in twee ronden het voorstel
behandelen. Informatief, dus vragen voor zover ze nog aan de orde zijn. En daarna uw opinie. En daarna zal ik de wethouder vragen hoe verder. Wie heeft vragen naar aanleiding van het voorstel verkenning regelgeving freeriders? Meneer Raamaker, gemeentebelangen. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb eigenlijk een vraag en ik proefde, want ik heb alle drie ondernemers of verenigingen benaderd en alle voorzitters. En daar blijkt dus dat de ondernemersvereniging Dallassen dat die iets meer tijd nodig heeft. Die hebben morgenavond een ledenvergadering. En die wilden dat ter sprake brengen bij de leden, maar die willen ook nog de niet-leden benaderen, want ja, die zijn vaak niet op de vergadering. En mijn vraag is, kunnen we wat uitstel hiervoor krijgen? En ik weet, het is een roep van de individuele ondernemer zelf, maar ja, de kwestie is toch wel vrij moeilijk. En ik denk dat we met de ondernemers moeten spreken en niet over de ondernemers. Dus ik hoop dat u en de andere overige fracties ook, dat er iets meer tijd gegeven kan worden aan ondernemer Dallas. Dank u wel, meneer Raamaker. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Ik denk inderdaad dat er wel wat meer tijd gegeven kan worden om meteen een antwoord te geven op die vraag, wat ons betreft. Verkennen de notitie waar al veel energie in is gestoken. Er zijn al veel details van de oplossingen beschreven. Maar wat is eigenlijk het probleem? Daar is eigenlijk geen woord over gezegd in deze notitie. Ja, er doen een aantal niet mee. Maar dat is dan ook ongeveer alles wat we weten van de probleemschets. En dat vinden we in ieder geval volstrekt onvoldoende om met een voorstel te komen. En ik zal een paar voorbeelden geven van wat we eigenlijk missen. Over welke kernen gaat het eigenlijk? Hoeveel freeriders zijn er? Wat voor bedrag is er mee gemoeid? En wat hebben de verenigingen zelf gedaan om hun eigen probleem op te lossen? Wat zijn de redenen om geen lid te worden van een vereniging? Is de gemeente een incassobureau voor ondernemers geworden? Is het een strafbelasting? Is dat dan de oplossing? Kortom, wat ons betreft zit het vooral in die probleemanalyse. Die mist eigenlijk volledig. En die vragen die stellen we niet voor niets, want we worden ook wel een beetje ondersteund door de formulering in het coalitiedocument. Want daar staat bij dat er misschien wel een probleem is. En dat er ook naar oplossingen wordt gezocht. En dat we als gemeente misschien wel willen stimuleren, eventueel door. Maar dat betekent dat er in ieder geval eerst gekeken wordt naar een andere oplossing. En ook dat missen we volledig. Dus ook de oplossingsrichtingen die zijn wat ons betreft niet verkend. En daarmee is dit onderwerp wat ons betreft op dit moment zeker niet besluitvormingswaardig. Dank u wel, meneer Nijkamp. Meneer Beroeren, Partij van de Arbeid. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat ik me gewoon naadloos kan aansluiten bij het voorgaande. Want wij hadden inderdaad vastgesteld als fractie dat wij drie heldere vragen benoemd zagen in de discussie. Alleen wij misten daar een vraag die vooraf gaat volgens ons. En die is, wat willen de ondernemers en wat vinden de ondernemers hiervan? En dat missen wij helemaal in het stuk. En natuurlijk hebben wij zelf, net zoals de heer Raamakers, ook even bij de ondernemers gevraagd. Maar inderdaad, daar zijn mensen die nog helemaal niet op de hoogte waren überhaupt van het feit dat dit in het vat zat, om het zo maar even te zeggen. Dus wat mij betreft is de primaire vraag van wat is de opdracht die we moeten, wat is het probleem wat we willen oplossen? En hoe zien de ondernemers dat? En hoe staan ze daarin? En Verder wachten wij dat eigenlijk even af, dat deel van het traject. Dank u wel, meneer Beroeren. Meneer Uitslag, CDA. Dank u, voorzitter. Ja, wat ons betreft, ik heug me nog dat het coalitieakkoord geschreven is, omdat in die tijd veel geklaagd werd juist over de freeriders. En als je dan het beeld van een tandem oproept waar iemand voorop heel hard zit te trappen en iemand achterop met de benen omhoog zit. En dus wel vrolijk meegaat naar waar hij de voorste heen gaat. Dat past niet in de visie zoals wij naar onze maatschappij kijken. Hè, dus een groepje ondernemers die de nek uitsteken en de hand uit de mouwen. Om van Dallassen, gemeente Dallassen, dus van verschillende kernen, een bruisende kern te maken. Hè, dus, blauwe bogendagen, Sinterklaasentochten, verzin ze maar. Allemaal te organiseren. Kleine groep die dat dan organiseert, waar een groter deel gewoon gratis op meeleeft, dat is een doorn in het oog van ondernemers toen, wellicht nu ook.
Dus over het feit dat we freeriders niet zouden waarderen, zijn het volgens mij allemaal wel eens. Hoe je dat dan oplost, dat is vraag 2. Hè. Er worden nu 2 oplossingen bedacht, waar we inderdaad nadrukkelijk geschreven hebben, desnoods via gemeentelijke regelingen. Maar dat betekent dat je ook eerst het gesprek voert met elkaar. En dat mis ik ook in deze nota. Hè, dus ik kan me voorstellen dat we aan de hand van deze nota een aantal kaders mee zouden geven hoe wij het graag zouden zien. Maar daar nodigt de nota niet direct toe uit. Dus, dat proef ik ook bij meerdere partijen. Maar ik ben namens mijn fractie ook graag bereid om dat alsnog te doen, voorzitter. Dank u wel, meneer Uitslag. Meneer Schuring, VVD. Ja, ik wou eigenlijk bij de CU aansluiten met 1 opmerking nog bij. Want ter illustratie kon ik lezen dat er geen ondernemersverenigingen waren die een verzoek hadden ingediend voor het hele verhaal. En toen dacht ik bij mezelf, ja, wacht even, laten we dan maar even helemaal teruggaan naar af. Blijkbaar hebben we zelf iets bedacht en daar willen we graag willen we wat mee. En er kan allemaal heel veel sympathie in zitten. Maar ja, laten we daar dan eerst maar eens beginnen. Er zijn een heleboel vragen aan de andere kant van de tafel bij de CU opgeworpen. Nou ja, ik wou er dan 1 bijzetten inderdaad. Moeten we als gemeente die ondernemer gaan uithangen? Want dat doen we eigenlijk. Of willen we het ondernemerschap eruit halen bij de ondernemers? Want ja, het wordt een beetje een, ja, of het dan een belasting is, of ik weet niet zo goed hoe ik het nou moet gaan zien. Maar ja, volgens mij hoort het niet op deze manier in ieder geval. Maar eerst die vraag, waarom? Dank u wel, meneer Schuring. Meneer Royak, D66. Ja, tot voor een paar zinnen voor het eind vond ik dat de heer Schuring van de VVD nog wel verstandige dingen zei. Maar helemaal aan het eind niet meer, want hij ging echt praten alsof de gemeente hier ondernemer zou worden. Maar dat is toch echt niet de bedoeling, heer Schuring. De bedoeling is eigenlijk, denk ik, dat de gemeente de problemen van de ondernemers gaat oplossen. Min of meer. En ik ben het wel met u eens dat u zegt van ja, waar ligt de vraag van de ondernemers? En die ligt er niet. En ik heb wel sympathie, en meneer Uitslag heeft het ook al gezegd, van ja, kan het wel invoelen hè, dat als er 5 ondernemers hun nek uitsteken en geld bij elkaar leggen om iets leuks te organiseren voor het dorp, en dan zijn er 3 die niet meedoen. En dan zijn vaak ook nog de grote, want hier worden ook geen rangen en rugnummers genoemd. Dat zijn dan vaak ondernemers met lage prijzen van grote ketens die de kleine ondernemers kapot concurreren. En dat willen we niet hebben. En we willen een gezellig dorp. En ik snap dat helemaal. Maar ik ben het met heel veel vraagstellers eens dat we net iets te vroeg zijn om dit te bespreken. Want hier hoort die vraagstelling onder van de ondernemers en de ondernemersverenigingen. In elk geval de meerderheid van de ondernemers vind ik dat die vraag moet stellen. En daar hoort ook de vraag bij, hebben ze op allerlei andere manieren geprobeerd om het te regelen? En hebben ze de zogenaamde freeriders ook echt bij de haren gepakt en te zeggen van als jij het niet doet, dan gaan we je er wel erbij trekken. Doe alsjeblieft met ons mee. Nou, ik denk dat we dat eerst eens even moeten weten. Maar dat hebben anderen ook al gezegd, maar ik wilde toch reageren hier. Dank u wel. Zijn er nog meer vragen dan wel opmerkingen waarop de wethouder zou moeten raken? Ik wil eerst nog aanvullen op meneer Raamaker. U geeft aan 3 ondernemersverenigingen. Ik woon in een dorp, maar zelfs daar is een ondernemersvereniging. Aan het woord meneer Agricola. Ja, voorzitter. Kleine dorpen hebben ook heel veel te bieden en zijn ook verenigd. Ja, het college is met dit document gekomen omdat er ook gezegd werd, het is opgenomen in het coalitieprogramma. En daar is een aanzet voor gegeven, omdat namelijk in de vorige periode is de roep met name van ondernemers en met name ondernemersvereniging Dalfsen was daarvoor het grootst. Want die zaten te kampen met de grootste groep freeriders. En het zijn met name de grote ketens, maar daarnaast waren er ook steeds meer reguliere ondernemers, zoals de gezinsbedrijven, zoals ik ze maar noemen, die ook steeds meer afhaakten. Met name ook het stukje besparing. Want in die zin, als je lid bent van een ondernemersvereniging, dan moet je contributie betalen. En daarbij, wat de heer Uitslag ook terecht opmerkte, is de groep die met name het geld bij elkaar moet brengen voor festiviteiten, wordt steeds kleiner. En ja, het houdt een keer op. U als raad kennende, voorafgaand aan de bespreking van het stuk,
U is raad die zegt vaak van nou, hebt u al gesproken met de betrokkenen waar het om gaat? Want dat vinden wij wel heel erg belangrijk. Nou, in dat kader heb ik ook gesproken met de voorzitters van de drie ondernemersverenigingen, de grootste. Dat is de Nieuw-Leuzen, Leemreveld en Dalfsen. Nou, en ik kan u zeggen, twee ondernemersverenigingen waren erin heel erg duidelijk. Leemreveld en Nieuw-Leuzen, die zeiden van, nou, voor ons hoeft het niet, wij zien geen probleem. En de vereniging in Dalfsen zegt ook op dit moment, hoeft het niet voor ons. We willen toch nog eerst eens even met onze leden praten en we hebben dinsdag een vergadering. En ja, wat de heer Nijkamp zei, van ja, wat is het probleem? Nou, het probleem is dat ik net geschetst heb hier in Dalfsen. Ja, met name u zegt ook, ja, wat voor bedragen praten we over? Nou, we zien dat de contributie in de alle kernen, alle drie verschillend is. Dus die is niet gelijk. En wat hebben de verenigingen er zelf aan gedaan? Wij zien dus dat met name de vereniging dus ook meerdere malen zelf bij spreken die ketens hebben benaderd en die mensen niet meedoen. Maar ja, in die zin van platweg te zeggen, ze worden wat uitgelachen van joh, wat doe je hier? Je mag blij zijn dat wij hier zijn, want door ons komt er winkel het publiek. Maar wat dat betreft, en wij zijn geen lid van de ondernemersvereniging omdat wij met scherpe prijzen komen en daar heeft de consument weer baat bij. Maar al met al hebben dus de drie ondernemersvereniging gezegd van het is nu nog te vroeg. En ondanks dat in de coalitieakkoord staat, zeggen we van nou wil je daadwerkelijk wat aan gaan doen en dan zijn dit de mogelijkheden. Maar dan zal er toch eerst een verzoek moeten komen van de ondernemersverenigingen van om hier daadwerkelijk handen en voeten aan te geven. Dus, voorzitter, mag ik hier even op reageren? Meneer Nijkamp, want ik val van de ene verbazing in de andere. Mag ik u even onderbreken? Ik wil toch eerst meneer Agricola uitleggen. Ja, maar het gaat over dit punt. Want de wethouder geeft aan dat hij in de contacten met die ondernemersvereniging tot de conclusie is gekomen dat er op dit moment niet eens een probleem is. In ieder geval nog niet acuut. En dat ze ook gevraagd hebben om eens even een pas op de plaats te maken. En wij krijgen gewoon dit voorstel. Helder, u mag geen discussie. Ik weet al niet wat de bedoeling van dit voorstel is, maar ik zou zeggen van laten we gewoon een acuut stoppen met deze discussie. Want dit, zo langzamerhand voel ik me ook een beetje op het verkeerde been gezet dat we hier onze tijd aan spenderen. Heldere stellingname, meneer Nijkamp. Meneer Agricola. Voorzitter, de reden dat het op agenda staat is dat het onderdeel uitmaakt van het coalitieakkoord. En de coalitie wil graag dat over dit punt wordt gesproken in de gemeenteraad. Wie wil daarop reageren? Ja, ik zal als een van de coalitiepartners namens mijn eigen partij praten. Ja, we hebben het in het coalitieakkoord geschreven. Maar dat lijkt me ook juist om de juiste formulering te pakken. En daar staat in, desnoods, met de behulp van gemeentelijke belastingen. En dat betekent dan ook, dat is het laatste middel. En wat de wet daar nu ook aangeeft, is dat het eerste middel, dat als eerste middel gezocht wordt, want het gesprek tussen de ondernemersvereniging en de freeriders heeft nog niet plaatsgevonden. Ik mis ook zelf de onderbouwing. Hè. Hoeveel ondernemers hebben we hier, de detailhandel? En hoeveel betalen er mee en hoeveel betalen er niet mee? Want of de ondernemers het willen of niet, wij zijn verantwoordelijk voor het beleid maken. Hè. Wij hebben een belang bij een bruisende hart. Wij hebben een belang bij een aantrekkelijk vestigingsklimaat. En dat gebeurt door die kleinere groep. En als die groep steeds kleiner wordt, dan hebben wij denk ik als raad wel degelijk eigenstandige bevoegdheid. Maar ook de verantwoordelijkheid om daar wat van te vinden. Maar ik voel wel meer met inbreng. Dat het misschien nu iets te vroeg is om daarover te spreken. Maar niettemin, ik durf hier ook wel aan te geven namens mijn partij, dat de gesprekken tussen de ondernemers en de verenigingen en de freeriders nog moeten plaatsvinden. Daar wil ik wel aangeven dat als de freeriders daar aangeven, we hebben geen enkele zin om mee te werken, dat ik wel bereid ben om een van de twee instrumenten in te zetten. Hè? Maar dat is geen nieuws, want dat staat in het coalitieakkoord. Het liefst op verzoek van de ondernemersvereniging, zou ik zeggen. Het liefst, maar wij werken hier ook op basis van ons eigen verstand en onze eigen dingen. Wij hebben onze eigen verantwoordelijkheid. En waar ik net al aangaf, het vestigingsklimaat is juist het bruisende kern, is voor grote noodzaak.
En ik zou me kunnen voorstellen dat een aantal ondernemers, zeker als het een kleine groep is, het zelfs vervelend vindt om te moeten vragen aan de gemeente, help ons de andere collega-ondernemers mee te laten betalen aan onze activiteit. Ik kan me zelfs voorstellen dat ze het vervelend zouden vinden. Maar nog los daarvan, ik vind het ook onze eigen verantwoordelijkheid om erover na te denken. Maar wel op basis van de juiste informatie en daar moet ik de heer Nijkamp in ondersteunen. Dank u wel, meneer Uitslag. Meneer Raamaker, gemeentebelangen. Heer, mijn reactie richting voorzitter. Oud-Leuzen heeft ook een ondernemersvereniging, maar daar speelt het dus niet. En ja, als je naar de bazaar kijkt in Oud-Leuzen, dan is die altijd voorzien van alle ondernemers die dezelfde richting hebben. Dit verzoek is zeker gekomen, ook bij ons, dat ondernemers zeggen van wij moeten de feestverlichting ophangen bij een freerider. En die doet vervolgens niet mee. Die zegt nou ja, uit sympathie kun je misschien nog stroom krijgen, maar anders moet je maar een ander pand zoeken. Dus dat is zeker aanwezig. En ja, in het coalitieakkoord is dat dringend verzocht eigenlijk om zeg maar die mensen mee te krijgen. Natuurlijk zou het goed zijn op een manier met overleg dat ze zich aansluiten. Dus ik vind best goed van belang dat op een gegeven moment dat hier te sprake komt, dat ook de ondernemers zeg maar een steuntje in de rug krijgen. En ik hoop ook dat ze zich heel snel zullen aansluiten en dat die vergadering morgen de vruchten afwerpt. Want je moet het samen doen en dat zie je deze week ook. Damito Plus is samen. Dus er zijn heel veel ondernemers actief. Dus ik hoop dat deze activiteit zeg maar ook bij een eigen pand een vervolg zal krijgen. En ik hoop dat ze van harte dus ook meeleven en meedelen in de feestvreugde en hoe de verbondenheid in hun eigen kern. Dus ik hoop dat de vergadering morgenavond vruchten afwerpt. Dank u wel, meneer Raamaker. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Maar dat betekent dat de coalitiepartijen dan wel zeggen van de gemeente is nog helemaal niet aan zet. Want dat is dan wel de conclusie die ik nu trek uit de bijdrage van beide partijen. En dat er dus wat prematuur in het coalitiedocument terecht is gekomen. Dat is dan de tweede conclusie die ik trek. Voorzitter, de laatste conclusie is geheel voor uw rekening. Want er staat er gewoon in dat freeriders moeten worden verzocht om mee te betalen, mee te werken aan de activiteiten in onze kernen. Waar we allemaal zo hoog van opgeven dat we het zo prachtig vinden en zo blij zijn dat het zo bruist hier in onze gemeenschap. Dus dat onderdeel staat er gewoon in. En dat we, mochten ze niet willen meewerken, dat dan desnoods gemeentelijke belastingen kunnen worden ingezet. En als u op die manier het leest, ik denk dat het zelfs uit uw verkiezingsprogramma had kunnen komen. Maar we zijn dus niet prematuur geweest. We zijn dus niet prematuur geweest, omdat we gezegd, we willen graag, zoals de ondernemers ook zelf hadden aangegeven, dat er wel een einde aan komt aan die freeriders die dus te gemakkelijk meeliften op de inspanning van een ander. Dat staat niet in ons verkiezingsprogramma, dat is buiten kijf. En we hebben in het begin ook bij de presentatie van het coalitieprogramma juist op dit punt al een paar vragen gesteld. Omdat we toch wel wat twijfels hadden. Maar goed, de eerste conclusie onderschrijft u wel, dus dat is niet wel helder. En de tweede zal ik voor eigen rekening nemen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Meneer Raamaker, gemeentebelangen. Het gaat ons om het bevorderen en dat die nu op de agenda staat was iets te snel, denk ik. Dus wij vragen ook iets meer ruimte. Dat ook de middenstandsvereniging dus zelf bij hun eigen club het kunnen bespreken, maar ook met de mensen die geen lid zijn. En ik hoop dat de actie wordt ingezet, dat iedereen zich straks... We snappen ook zeker die intentie en die is ook sympathiek. Daar zit het punt ook niet. Maar de volgorde der dingen is niet de onze. Maar ik kan heel goed begrijpen dat mensen die dus de feestverlichting of wat dan ook doen in Dalsen en andere kennen, die dat spul ophangen, dat men dan zegt van, ja, word dan ook maar lid van de club. En ik hoop dat dat morgenavond bevestigd wordt. Dank u wel, meneer Raamaker en meneer Nijkamp. En om daarom op in te haken wil ik de vraag stellen aan het college. In hoeverre is het mogelijk om het raadsvoorstel zoals het nu voor ligt mee te nemen en eigenlijk uit te stellen en de aanvullende, ontbrekende, missende informatie, de overlegvormen die gevraagd zijn, toe te voegen en een nieuw voorstel te maken over een maand, twee maanden. Nou, in die zin van, voorzitter, het is geen voorstel. In die zin, het is een opinierend stuk waar gesproken wordt over de raad het wenselijk vindt, dat bij spreken, dat we iets gaan regelen om de freeriders aan te pakken.
Dus wat dat er gaat... U heeft ook de raadscommissie gehoord dat zij het wenselijk vindt eerst achterliggende informatie te hebben en ook de verbindingen tussen de ondernemersverenigingen onderling gehoord hebbende. En die informatie wordt nu nodig gemist voordat er keuze gemaakt zou kunnen worden om desnoods bij de woorden van meneer Uitslag te spreken, over te gaan tot... Nou, het is vandaag... Dan zullen we u op een later moment erover verder informeren zodra er meer te melden is, ook met name vanuit de ondernemersverenigingen. En dat is met name de ondernemersvereniging De Halfse. Want Lemerveld en uw Leuzen, die zijn in dit kader heel erg duidelijk. Dank u wel voor deze toelichting. En ook dat is denk ik dan goed om te vernemen in dat stuk. Dank u wel voor deze toelichting, aanvullende opmerking van meneer Rooijakkers. En daarmee concludeer ik dat het voorstel zoals het nu ligt afgevoerd wordt van de raadsagenda. Of niet zal opgevoerd worden aan de raadvergaderingagenda. En dat u terugkomt met een aanvullend voorstel. En mijn verzoek is om dat via de agendacommissie dan in te brengen. Zodat we dat in de planning mee kunnen nemen. Dank u wel. Ik stel voor om een kop koffie te drinken. En daarmee schors ik de vergadering voor 15 minuten. Ik wil voorstellen om 9:10 weer te hervatten. Dank u wel. Dank u wel. Ik wil de vergadering heropenen bij deze. En verder gaan met de agenda. Voor ons ligt agenda punt 6. Kadernota, een nieuwe manier van publieksdienst verlenen. Aangeschoven ambtelijke ondersteuning is meneer Duitshof. Hoop dat ik het goed zeg. Welkom. Meneer Nota is portefeuillehouder. En allereerst over het woord kadernota. Het is een beetje misleidend voor de raad, omdat het in dit geval gaat over een nota die door het college wordt vastgesteld. Maar het college heeft aangegeven het belangrijk te vinden wat de raad en de opinie van de raad te horen over het voorstel. En u wordt gevraagd te discussiëren en u uit te spreken over het onderwerp een nieuwe manier van publieksdienst verlenen. En in het bijzonder de andere manier van dienst verlenen in Lemelenveld. Er zijn een paar vragen voor de discussie. Kunt u zich vinden in de uitgangspunten zoals deze zijn geformuleerd? En vindt u dat de plaatselijke belangen moeten worden betrokken bij de uitvoering van de kadernota? Er zijn nog technische vragen beantwoord en op het raadsinformatiesysteem gezet. Ik stel voor om in twee ronden te behandelen. Eerst de vragen voor zover die nog aanwezig zijn en daarna de opinierende ronde. Wie kan ik het woord geven om vragen te stellen aan het college? Dan wel meneer Noten. Meneer Schuring, VVD. Dank voorzitter. Ja, een kort vraagje. Waarom is er specifiek niet gekozen om eerst, zoals in Nieuw-Leuzen, in Lemmerdeveld te kiezen voor het proberen van een avondopenstelling? Want in Nieuw-Leuzen was dat lijkt het een groot succes. We kiezen opeens voor een andere weg. Dank u wel, meneer Schuring. Mevrouw Rameman, CDA. Dank u wel, voorzitter. Ik had een vraag over de krapte in de bezetting, wat nu ervaren. Afspraak bij mensen thuis zou ook een stevige beroep doen op de capaciteit. Wat levert dan de wijziging van de bezetting op om de doelstelling van de doorontwikkeling van het KCC wel te halen? We hebben het over veiligheid. In het cultuurhuis zijn ook meerdere personen werkzaam. Hoe moet ik die veiligheid zien bij die huisbezoeken? En daarnaast, waarom niet eerst terugbrengen naar inzitting in plaats van gelijk opheffen? Of zoals meneer Schuring zegt, naar een avond toe. Voorzitter. Dank u wel, mevrouw Rameman. Geen vragen aan die kant. Meneer Nijkamp, ChristenUnie, neem me niet kwalijk. Dank u wel, voorzitter. Drietal vragen. Eén, is er een relatie naar de notitie voorzieningenniveau die we over 2 maanden gaan behandelen in deze raad, raadscommissie? Het tweede punt gaat over de verschillende kanalen. Daar worden wat ontwikkelingen geschetst die niet helemaal sporen met het landelijke beeld. Maar eentje die met name ook opvalt is dat de afgelopen jaren het internet, de internetdienstverlening is gestabiliseerd in plaats van gegroeid. Wat je wel landelijk juist ook heel sterk ziet. Dus wat is daar nou mee aan de hand? Lopen we daarin achter? Zit daar blokkades op? Wat is het idee?
En de derde vraag is dan of de optie van bezoeken van inwoners thuis een gemeentebrede invulling of daar een gemeentebrede invulling mee beoogd wordt. Of dat het alleen over Lemelenveld gaat. Dank u wel. Dank u wel voor deze vragen. Meneer Kleine-Koerkamp, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Even over de situatie in Cultuurhuis in Lemelenveld. We hebben de nota voor liggen. Maar is er ook onderzoek gedaan naar de kosten om het Cultuurhuis in Lemelenveld geschikt te maken voor de geëiste veiligheid? En is er een onderzoek gedaan naar de kosten van de bezorging van de documenten versus de kosten van dit moment? Dank u wel, meneer Kleine-Koerkamp. Meneer Royak is D66. Het zal wel aan mij liggen, voorzitter, maar ik zocht in het begin van het stuk wat de KCC nou eigenlijk is. En toen heb ik gegoogeld en toen kwam ik op korfbalcompetitie Capelle. Ook dat zit in Lemelenveld, meneer Royak. Maar ik had nog een andere vraag, maar ik heb de desbetreffende ambtenaar gebeld en die wist mij te vertellen dat het een klantcontactcentrum was. Maar de andere vraag die ik had, dat ging ook over de issue die meneer Nijkamp aansneed. Namelijk over wat gebeurt er nou met de elektronische zaak. En hoe kan het zijn dat de fysieke post, zoals in de notitie staat, dat die gestegen is. Nou, achteraf blijkt, en dat hebt u denk ik op het RIS nog te 11e uren kunnen zien. Het antwoord op mijn vraag was dat de inkomende post en de uitgaande post inderdaad niet was gestegen. Dus dat het fysieke post, dat moet teruggenomen worden. En het gaat over het geheel van de communicatie. En dan zie je inderdaad dat de e-mail dramatisch is gestegen. En als je dan kijkt wat er tussen 2012 en 2014 is gebeurd, dan denk je de communicatie met de burger en de bedrijven is explosief gestegen. Wat is er aan de hand? Doen we iets dan niet goed eventueel? En ja, we communiceren wel heel goed, moet ik zeggen. Maar het is wel dermate gestegen dat ik me best voor kan stellen dat dat veel tijd kost. En misschien moeten we daarover nadenken. Ik wil ook nog even over de centjes beginnen. Mevrouw Raarman vroeg al naar de kosten. In de nota staat dat budget neutraal moet. Ik heb geen enkel idee over wat het huidige budget is. En een andere vraag, en die sluit ook een beetje aan bij wat de heer Nijkamp bedoelde, want die zei, had het over notitievoorzieningen. Mijn vraag zou iets specifieker zijn, wanneer deze nota klaar is voor besluitvorming. Dank u wel, meneer Royakkers. Verdere vragen? Dan wil ik het woord geven aan meneer Noten, portefeuillehouder. Voorzitter, dank u wel. Ik ga mijn best doen. Wanneer is de nota klaar voor verdere besluitvorming? Het is een opinierend stuk. De bevoegdheid ligt bij het college. Waar u vanuit moet gaan is dat wat u hier zegt, dat dat door het college buitengewoon serieus genomen wordt. Maar het is wel een bevoegdheid van het college. U hecht aan uw eigen bevoegdheden, het college hecht aan de hare. Dus of de zijne, dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval, daar moeten we wel een beetje zuiver houden. Dus het antwoord op die vraag, wanneer is die klaar voor besluitvorming, luidt te zijner tijd. En niet hier. Nee, want we hebben, het is wel voor ons een uitgangspuntennotitie. Als we dan geen kadernotitie mogen noemen, ik snap dat dat verwarrend is. Dan is dat voor het college wel even de vraag, wat wil het college op dit onderwerp in de komende tijd. Dus het is voor ons ook echt een ontwikkeling van gedachten. Dus dank voor uw inbreng daarbij. Waarbij misschien als startpunt even de constatering. De terechte constatering is dat wij het digitaal even niet zo heel goed doen. Ik geloof ook niet dat we het slecht doen, maar als je kijkt naar de prestaties van onze gemeente, waar staat je gemeente nu? Dan doen we het, zoals u allen weet, het beste van alle gemeentes die in 2015 hebben meegedaan. Op alle punten, met uitzondering van het punt digitaal. Daar scoren we gewoon niet zo heel erg geweldig. We hebben daar dus, meneer Nijkamp, echt een achterstand. En we hebben daar extra investeringen in te plegen. En dat heeft ook iets te maken, denk ik, met het vrij klassieke dienstverleningsconcept wat we tot nu toe altijd gehanteerd hebben, namelijk een balie die open is. En des te vaker de balie open is, des te beter is je kwaliteit. U ziet in onze notitie dat andere gemeentes echt totaal andere keuzes maken. Wij hebben onze balie nou 2 tot 3 keer zo meer vaker open, zeker als het gaat
om de gemeente Dal, om het steunpunt in het gemeentehuis dan omliggende gemeentes. Dus we hebben voor een hele klassieke vorm van dienstverlening gekozen tot nu toe. Wat we nu eigenlijk gezegd hebben, en misschien is dat een iets andere invulling dan u in uw vraagstelling naar voren brengt, wat we eigenlijk gezegd hebben is, we zouden misschien naar veel persoonlijkere dienstverlening toe moeten en kunnen, waarbij we digitaal en persoonlijk met elkaar verbinden. Dus in plaats van dat mensen naar het steunpunt komen in Lemelenveld, gaat het steunpunt naar de mensen toe. Dat is in essentie het voorstel van wat hier ligt. Is dat dan gemeentebreed? Dan zouden wij zeggen, laten we nou niet gemeentebreed beginnen. We vinden dit eigenlijk al heel avontuurlijk. Want een heleboel vragen die u stelt, namelijk wat betekent dat voor de kosten, wat betekent dat voor de beveiliging, die vragen hebben we eigenlijk nog niet beantwoord. Dus onze stelling was, eerlijk gezegd, onze gedachte was, laten we nou, als we een dergelijk experiment aangaan, laten we dat dan doen op de plek waarvan we weten dat op dit moment het steunpunt A het slechtst is bemenst, gewoon vanuit veiligheid en vanuit capaciteit, en B het minst wordt gebruikt, qua aantallen. Dat lijkt ons de beste plek om het experiment uit te voeren. Dus dat doen we niet hier in het gemeentehuis, waar nog een behoorlijke aanloop is, maar dat doen we in Lemelenveld. Dat was eigenlijk de achterliggende gedachte. Dus we proberen eigenlijk die dienstverlening persoonlijker te maken, op een hoger niveau te krijgen. We beginnen met Lemelenveld. Mogelijkerwijze gaan we straks nog eens een keer heel veel varen, net als andere gemeentes. Er is er al eentje, geloof ik, waar ze al helemaal geen gemeentehuis meer hebben. Wie weet wat de toekomst is, maar zover zijn we nog niet. Als ik dan dat voorafzijnde in het geheel achter de vragen aanloop, waarom Lemelenveld avondopenstelling niet uitproberen, dat zouden we kunnen doen. Maar onze gedachte was juist, laten we een keer kijken of we naar die persoonlijke dienstverlening toe kunnen, dat we naar de mensen toe gaan. Misschien voldoet dat wel veel meer aan de vraag dan het openstellen van het kantoor op de avond. Beschouw het als een experiment. Avondopenstelling als zodanig is geen experiment, daar gaan we niks van leren. En leidt dus ook niet tot echte vernieuwing in de dienstverlening. Mensen in de bezetting, daar moet de heer Duitshoff dadelijk iets over zeggen. En in relatie tot veiligheidseisen bij huisbezoeking, daar weet ik eerlijk gezegd helemaal niets vanaf. Dus waarom, ook de vraag, uw vraag, waarom niet en avondopzetting en of andere openstellingstijden en thuisbezoeken? Ja, dan weet ik dat ik dubbele kosten ga maken. Want dan hou ik de bestaande infrastructuur in stand. En dan ga ik ook gelijktijdig mensen thuis bezorgen. En wij dachten, nee, dat moet je niet doen. Als je een experiment begint, dan moet je dan ook een keuze maken. Overigens, een van de vragen is ook, wel in overleg met plaatselijk belang. Dus dit wordt niet iets wat we zomaar in ons eentje gaan uitproberen. Relatie met voorzieningenniveau, meneer Nijkamp, leggen wij niet. Dit beschouwen wij, daar kunt u anders over denken. Maar als het gaat om het voorzieningenniveau, dan denken we echt over hele andere dingen. En of een voorzieningenniveau in stand blijft gehouden door het openstellen van een steunpunt of door het bezoeken van mensen thuis, kun je ook nog eens een keer een discussie over hebben. Want ook het bezoeken van mensen thuis is natuurlijk een voorziening. Maar we hebben hem niet in die discussie meegenomen. Ja, de opmerking over internet gestabiliseerd lopen we achter met uitzondering van de e-mails. Dat is zo. Wij zouden graag een stijging hebben van de aanvragen via internet. En die hebben we nog niet gerealiseerd in de afgelopen 2 jaar. Waarom niet gemeentebreed? Misschien in de toekomst wel, maar nu zou dat ook echt leiden tot een enorme kostenstijging. Dus we schrappen Lemelenveld, doen daarvoor in de plaats huisbezoeken. Maar als we naast de openstelling overal ook nog eens een keer huisbezoeken gaan, dan gaan we dat niet budgetneutraal doen. Dus je moet ook echt even willen experimenteren met een andere vorm. Hebben we de kosten al in beeld? Antwoord luidt nee. Dat zal echt fase 2 moeten worden. Dat hangt ook echt af van beschikbaarheid. Ga je iedere dag rondrijden? Of doe je dat 1 keer per week? Dat zijn allemaal vragen die daar een belangrijke rol bij spelen. Dat is wel 1 uitgangspunt wat we geformuleerd hebben. En dat is de afname in kosten door de sluiting. Is het budget wat beschikbaar is voor de persoonlijke dienstverlening. Dat is het uitgangspunt wat we hebben geformuleerd. Budgetneutrale operatie. Wat er precies aan de verdienkant en uit de uitgavenkant staat, dat weten we op dit moment nog niet. Dat zouden we echt moeten uitzoeken. En dat komt echt in fase 2. Communicatie is explosief gestegen. Dat is juist. U koppelt daar ook een waardering aan. Dat u het gevoel heeft dat misschien daaruit af te leiden valt dat we ook steeds beter communiceren.
Dat weet ik niet zeker. Maar het is wel een feit dat burgers de gemeente echt makkelijker weten te vinden. Langs allerlei lijnen. En natuurlijk is dat op zichzelf wel een heel positief punt, lijkt me. Het feit dat burgers via internet en via e-mail de gemeente weten te vinden is positief. Het is soms ook erg lastig. Want alle mail moet ook wel netjes weer in je systemen terechtkomen. En moet ook op een nette manier beantwoord worden. En dat gaat nog niet altijd helemaal goed. Maar daar doen we wel ons best voor. Maar de getallen stijgen inderdaad enorm. Eén punt had ik niet, dat heb ik bij de heer Duishof neergelegd, voorzitter. En dat was het punt van de kwalificaties en de veiligheid en dergelijke. Want daar heb ik geen kijk op. Mag ik u het woord geven, meneer Duishof? Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw Rameman vroeg inderdaad van wat dat betekent voor de veiligheid. Huisbezoeken, in die zin zijn die niet nieuw voor ons. Dat doen wij nu al voor mensen die hulpbehoevend zijn. Die bezoeken wij als huis. En dat betekent dat een van onze medewerkers dat die bij de mensen langs gaat, maar nooit om een document langs te brengen. Omdat dat iets is wat de wet ons niet toestaat. Dat zal ook in de toekomst niet gebeuren door medewerkers van de gemeente zelf. Dus daarvoor zal een speciale dienst, die zal dat doen namens de gemeente. Dus in die zin zal er qua veiligheid niet heel veel veranderen. De mensen gaan niet over straat met waardevolle papieren, niet met contant geld. De systemen die ze meenemen, die zijn allemaal geautoriseerd op de persoon zelf. Er zal weinig risico zijn. Ander punt. Moet ik even kijken. Ja, waarom niet zitting in plaats van opheffen, maar volgens mij heb ik het al gezegd. Ja. Dan doen we twee dingen tegelijk. Ja, klopt. Dat, als we gaan experimenteren, dan willen we dat graag doen op die plek van waar het steunpunt of het servicepunt het minst toevoegt op dit moment in de dienstverlening. En dat is in Lemelenvelde. Zien we dat de bereikbaarheid, die is goed, maar het aantal bezoekers is heel minimaal. We praten bij de bezoekers over gemiddeld zo'n 10 bezoekers per middag. En dat betekent dat er een ambtenaar zit te wachten totdat er een inwoner langskomt. En dat is in onze optiek is dat niet efficiënt. Dan kunnen we beter zorgen dat wij de inwoner bezoeken op afspraak. Dan zijn wij daar en veel minder tijd mee kwijt en levert het de inwoner ook nog voordeel op. Voorzitter, ik heb een tijdje in de verkoop gezeten. Maar 10 bezoeken op een middag afleggen, dat lukt je niet hoor. Hoeft u niet op te reageren, meneer Duitshof. Mevrouw Rameman, CDA. Ik heb nog wel een vraag, want er wordt nu heel makkelijk gezegd van we gaan dan in plaats van de zittingen houden, gaan we de mensen thuis bezoeken. In de nota lees ik toch echt wel dat het om mensen gaat die niet om staat zijn naar het gemeentehuis te gaan. Dat vind ik nog wel een aanvulling waard, want wil ik niet dat iemand thuis komt bij mij het paspoort brengen of informatie ophalen voor het paspoort. Terwijl ik wel gebruik maak van het servicepunt. Maar ik ben prima in staat om naar het gemeentehuis te rijden. Correct. Dus ik denk dat het voor heel veel mensen wel een gemis is in het dorp Lemelenveld. Dat is correct. Het gaat om mensen die slechte been zijn, dus die niet in staat zijn om naar het gemeentehuis te komen. Daarbij moeten we ook denken dat de helft van de bezoekers die in Lemelenveld komen, dat zijn mensen die een document opkomen halen. Dus op het moment dat we dat thuis bezorgen, hebben we die bezoekers niet meer. Dus het aantal bezoeken neemt daarmee ook af. Dus stel dat we alleen het thuisbezorgen door zouden voeren, dat betekent dat in plaats van 10 mensen, dat er 5 mensen naar het servicepunt komen. En dan wordt het misschien wel mogelijk om die in de middag te bezoeken. Dat gecombineerd met een toename van digitale mogelijkheden betekent dat het aantal relevante bezoeken in de komende jaren niet zal stijgen, gezien ook de demografische ontwikkeling en het aantal mensen die digitaal zijn opgevoed, maar alleen maar gaat afnemen. Dus die 10 worden er sowieso 5 en die 5 zullen niet stijgen, zullen zakken naar 4, 3, 2, 1. En zullen zich uiteindelijk op een bepaald moment beperken tot mensen die niet goed met computers om kunnen gaan. Of mensen die moeite hebben met zich te verplaatsen, die niet mobiel zijn. Nou, dat is het perspectief, denken we. Zodoende. Dank u wel voor de beantwoording. Zijn er nog aanvullende vragen, meneer Broeren? Nou, meer een opmerking. Ik begrijp de opmerking niet zo goed van dat als een ambtenaar zit en er komt even niemand, dat hij dan gaat zitten wachten. Ik ken de ambtenaren van de gemeente Dalfsen best goed. En ik weet dat die heel veel werk te doen hebben. En
ook op een laptop prima aan het werk kunnen op locatie. Dus dat soort argumentatie kan ik niet helemaal volgen, maar dat kan aan mij liggen. Nog meer vragen, opmerkingen, die vragen om een reactie? Meneer Noten, wilt u daarop reageren? Nou ja, de heer Broer heeft natuurlijk volkomen gelijk als het gaat om zijn omschrijving van de ambtenaren van Dalfsen. Maar het gaat hier wel om het klantcontactcentrum. U heeft ook in de notitie kunnen lezen dat het moeite kost om de veelzijdige inzet van mensen die in eerste instantie gewenst was, om dat ook te realiseren. Dus het is iets complexer dan zoals u nu formuleert. Niet iedereen kan alles, laat ik het zo maar zeggen, of overal op worden ingezet. Dat is het eerste punt. Het tweede punt, dat is nog niet aan de orde geweest. Maar als we Lemelerveld openhouden, gaan we Lemelerveld wel echt aanpassen aan de formele veiligheidseisen die daarvoor staan. Want op dit moment acteren we gewoon contra legem. En dat vind ik zelf, als verantwoordelijk bestuurder, vind ik dat heel onwenselijk. Dus dat betekent dat er extra faciliteiten moeten komen en een dubbele bezetting. En dan wordt het toch wel ingewikkeld om nog de zaak, zeg maar, verantwoord te houden. Nou, en dat is een beetje de squeeze waarin we zitten. Dank u wel, meneer Noten. En daarmee wil ik graag vragen om uw opinie. Mevrouw Rameman, neem die kwalijk. Ja, mag ik nog één vraag stellen? Ja, u mag nog een aanvullende vraag stellen. Maar u geeft net aan dat er dan twee mensen moeten zitten, maar dat snap ik niet zo. Dat was ook een van mijn eerste vragen. Er zijn toch meer mensen werkzaam daar in het cultuurhuis. Kunnen die daar niet die samenwerking in opzoeken? De wet schrijft ons voor dat er twee ambtenaren moeten zitten. En dat is een beperking waar we mee te maken hebben. Of tenminste een beperking. Maar dat is iets waar we nu niet in aan voldoen. En dat doen we uit bezuinigingsoogpunt. En willen we het goed doen, dan moeten we daar wel zorgen ook dat we in dat opzicht eraan voldoen. Dank u wel, meneer Duitshoff. Meneer Kleine-Koerkamp, gemeente Nou, Belang. Dan wil ik daar nog even op inhaken. Ik heb in een stuk gelezen dat... Moet ik even kijken, dat het een en ander is vastgelegd in de paspoortuitvoeringregeling Nederland 2001. Toen is ook de gemeente Dalfsen heeft de herindeling gehad en toen was dat geen item en nu in één keer wel. Toen had het ook een item moeten zijn. Dat. Nee, ik weet gelijk. Ja, dit ligt ook een beetje aan uw burgemeester. Weet u, we kijken ernaar en op een bepaald moment zegt iemand dat mag niet. Ja, weet u, dan na verloop van tijd begin ik me daar onprettig bij te voelen. Zo simpel is het. En ik snap wel, als u mij diep in het hart kijkt, weet ik ook niet waarom dat per se twee ambtenaren moeten zijn. Ik bedoel, het is wel een hele prachtig soort collega, zeg maar. Maar dat heeft te maken met de ambtenaren eten en alles wat daarmee samenhangt. Dus ik geloof niet dat het echt effectief iets met de veiligheid te maken heeft. Maar formeel is het wel zo. En als er iets misgaat, met een diefstal of wat dan ook, dan hebben we een probleem. Dus formeel is het gewoon tegen de wet. Voorzitter, is die eis gerelateerd aan het hele fenomeen van paspoorten en rijbewijzen of reisdocumenten? Maar de overige dienstverlening geldt dat niet voor? Wordt neergeschud, okay. Deze vraag. Dank u wel voor deze beantwoording. Ik wil graag uw opinie. Meneer Rooijakkers, D66. Mag ik nog één op? Want er werd nee geschud, maar wat betekent die nee nou precies? Het is afhankelijk. Het is in het kader van reisdocumenten en identiteitspapieren, waardepapieren. Ja, niet algemene open vragen, daar is het niet aan orde. Meneer Rooijakkers, aan u het woord. Ik vind het een positieve ontwikkeling. Dat er creatief wordt gedacht over experimenten en kijken of dat we dienstverlening aan burgers goed kunnen houden of verbeteren en de kosten beperkt. Dus daar wil ik om te beginnen zeggen dat ik dat heel positief vind. Tegenwoordig komt mijn bankier ook bij me thuis. Weliswaar neemt hij dan ook geen contant geld voor me mee, maar hij komt wel. Dus in die zin... Lijkt me dat prima. Ik had alleen, wel ik het goed dat mevrouw Rameman die vraag stelde, want ik had eigenlijk niet zo begrepen dat die dienstverlening alleen maar voor was voor mensen die niet meer konden reizen. Dus in die zin zou het dan wel een achteruitgang zijn voor mensen die nog wel enigszins mobiel zijn.
Dat is daarvan akte. En ik heb eigenlijk ook nog geen antwoord gekregen op mijn vraag naar wat het totale budget is. Want er is alleen gezegd van deze experimenten moeten niet moeten budgetneutraal. Maar ik denk dat het ook nuttig is om voor het klantcontactcentrum een wat langere termijnvisie te ontwikkelen. Gebaseerd op totale kosten en waar gaan we naartoe. En om ook als je de digitalisering verder wil oppakken, dan zal het ook in dat kostenplaatje thuis horen. Het kost ook geld en dan moet je goed over nadenken hoe je dat wil doen. En verder wens ik het college veel succes met de verdere voornemens. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Broer, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Even de voorgaande discussie in acht nemende even vooraf. Wij zijn niet tegen experiment. Maar een experiment kun je ook plaats laten vinden terwijl je de oude situatie nog enigszins in stand houdt. Of in ieder geval, dat werd net eerder ook al gezegd, de gesprekken bij mensen thuis die vinden al plaats in sommige domeinen. Dat zou je ook kunnen uitbreiden. CQ, daar zou je meer lessen uit kunnen trekken. Wij zien volgens nog dan ook geen enkele aanleiding om het gemeentelijk servicepunt Lemelenveld te sluiten. Het stuk kan voor ons niet aantonen wat de meerwaarde van deze sluiting is. De gemeente moet dicht, wat ons betreft dichtbij en laagdrempelig bereikbaar zijn voor onze inwoners. Zeker met allerlei ontwikkelingen rond OV, et cetera, is dat nogal een issue binnen onze gemeente. Dit voorstel draagt daar niet aan bij. Eenzelfde oordeel zouden wij overigens vellen als onverhoop binnenkort, binnen een maand of twee, eenzelfde voorstel omtrent het servicepunt in Nieuw-Leusden zou schijnen. Tot zover. Wij zijn dus tegen. Dank u wel, meneer Broeren. Mevrouw Rameman, CDA. Dank u wel, voorzitter. Wij vinden het positief om de capaciteit af te stemmen op de behoeften en de wensen van de klant. Ook positief om de plaatselijke belangen naarbij te betrekken. Maar wij vinden het wel lastig omdat er geen inzicht is in de kosten die extra beveiliging tot zich nemen. Om hier echt een opinie over te geven. En een experiment naast dat wat nu is in Lemelenveld zal dan een beter passend voorstel zijn dan nu al sluiten. Omdat we eigenlijk niet weten wat voor kosten we het over hebben om het wel open te houden. Dus dat is tot nu toe onze mening. Dank u wel, mevrouw Rameman. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Het onderwerp dienstverlening is dan misschien wel gedelegeerd voor een groot deel aan het college, maar we stellen dan zeer op prijs dat het hier behandeld wordt. Want dit is wel een onderwerp waar je als gemeente in totaliteit behoorlijk op afgerekend wordt, althans beoordeeld wordt, laat ik het zo zeggen. U kiest ervoor om in ieder geval niet te investeren. En het klinkt in ieder geval alsof dat een vrij stevige investering is om te voldoen aan wet en regelgeving over veiligheid, dubbele bezetting en dergelijke. En daar snappen we wel iets van, zeker als ook het aantal bezoekers steeds maar verder afneemt. Dus dat u gezocht hebt naar een alternatief vinden we ook heel logisch. En vanuit het idee dat dienstverlening dichtbij moet zijn, vinden we het ook wel een heel mooi idee om te kijken van of een deel van de inwoners op die manier thuis bezocht kan worden. In het algemeen zijn we niet zo voor het sluiten van servicepunten. Maar dit geeft wel een alternatieve invulling hiervan en dat heeft op zich wel sympathie. Tegelijkertijd denken we van, moet je in één klap het servicepunt dichtgooien? Of zou je in combinatie met de overige voorgestelde maatregelen van het bezorgen van de documenten, de waardevolle documenten, toch kunnen kiezen voor bijvoorbeeld een inloopuur voorlopig. Om eens te kijken van dat je dan niet de mensen 3 uur de gelegenheid geeft, maar zegt van nou, als er dan toch maar 5 komen, dan kunnen we dat ook in een uurtje afwikkelen met elkaar. Dus dan is er 1 uurtje een openstelling en dan is daar een geconcentreerde toeloop. Daar zou je over kunnen nadenken of dat in het experiment past. Verder vinden we het wel goed dat er ook zeker gekeken wordt naar het hele verhaal van die fraude die zich misschien wel uitspreidt juist vanuit de centrumgemeente over ook gemeenten als Dalfsen heen. Ik ben blij dat daar ook aandacht voor is. Ten aanzien van de elektronische dienstverlening, want die link die werd net toch gemaakt, dat is toch nog wat anders dan het bijna exploderen van de e-mail. De e-mail is natuurlijk niet zo'n efficiënt middel. Ja, voor een deel wel, maar ook niet het meest efficiënt. Want in die zin zou je als gemeente denk ik verder moeten kijken naar echte elektronische dienstverlening. Waarbij je ook niet meer zware tussenkomst hebt van allerlei ambtelijke processen. Maar ook wel heel veel geautomatiseerd kunt afdoen. Daar zijn er allerlei mogelijkheden voor. Dus we hopen dat we daar te zijner tijd nog eens een keer een voorstel voor krijgen. Het verkennen van de openingsuren.
misschien met een extra avondopenstelling, want dat was een van de suggesties die ook werd gedaan. Hè? Blijkt ons in ieder geval de moeite waard om bijvoorbeeld dan, in dit geval dan maar centraal in Dalfsen, want dat is ook verreweg de meeste aanloop, is te overwegen of je misschien donderdag of vrijdag een extra uurtje open kan. Ik heb geen idee of dat allemaal gaat passen in de begrotingen, maar als je dan toch wat vraagt, misschien willen mensen dat wel liever dan de maandagochtend of zo. Ik weet het niet. Dat zijn de punten ja, er is nog één punt. En dat is de tegenhanger van verregaande digitalisering. En het staat ook in de notitie, aandacht voor de ouderen en de digibeten die daar vaak toch problemen mee hebben. Ja, dat we die, maar dat is een gemeentebreed probleem en dat is niet alleen des Leemlevelds, dat daar voldoende aandacht voor blijft. Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Meneer Kleine-Koerkamp, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben ook met aandacht deze kadernota gelezen. Er werd hier al gesproken over een experiment. Nou, ik denk als we dit experiment zouden doorvoeren, als het servicepunt weg is uit Leemreveld, is in mijn optiek weg is weg. Dus dan zou ik toch wel willen pleiten voor NN. Voor de rest uit het stuk lees ik toch dat, dat we kunnen stellen dat ook het managen van de huidige dienstverlening tegen problemen aanloopt. Uren die niet opgenomen kunnen worden, et cetera. Maar door de huidige publieksverlening hebben we wel bereikt dat onze inwoners meer dan gemiddeld tevreden zijn over de gemeente Dalfsen. Nou halen we dat in Leemreveld weg. We krijgen daar wel wat voor terug, maar dan moeten we afwachten. Want thuisbezorgen betekent ook dat men in ieder geval verplicht 2 uur huisarrest heeft. Ik noem het maar even wat cru, dat de bezorger kan komen. En voor de rest zullen de meerlevelders naar Dalfsen toe rijden. En in een duurzame gemeente als de gemeente Dalfsen zal er toch... ja, ten opzichte van 40 kilometer zoals het nu is, gauw 400 kilometer in het uur worden. Verder wordt de dienstverlening in Leemreveld denk ik nog verder uitgehold. De politie is al weg, de RABO is weg. Wel heeft de RABO in het cultuurhuis een zitting waar vooral door ouderen en gehandicapten gebruik van gemaakt wordt. En die mogelijkheid vervalt dan ook. Wij roepen u dan ook op om het servicepunt open te houden. En vooralsnog, als u toch het experiment door wilt voeren, het en te doen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Kleine-Koerkamp. Meneer Schuring, VVD. Dank. Misschien een beetje mijn excuses, maar ik had het niet gelezen dat het om een pilot ging om digitaal te proberen. Te gaan. Zo had ik hem niet gelezen. Ik had hem inderdaad wat meer aan de kant gelezen zoals de tweede aanvulling kwam. Dat er wat moest gebeuren juridisch. Twee man. En dat dat erg veel geld ging kosten. En dat we daarom naar beneden gingen. Een totaal andere wereld. Want die pilots, nou, dat vind ik niet zo'n onaardige weg naar de toekomst. Alleen daar is nog wel heel veel onzeker. En ik denk dat daar nou net die mix een beetje zit. Ik hoorde hem zo net ook al eventjes aan de overkant voorbij komen. Want inderdaad, daar waar die twee personen die komen als de documenten opeens om de hoek komen kijken. Nou, als we dan de best of two worlds nemen. En je haalt die documenten eruit en je gaat die bezorgen. Dan heb je een onderdeel van je pilot. En dan blijft het andere onderdeel blijft over dat je met één man kunt blijven zitten. Als je dat dan ook nog eens een keer in de avond doet, dan pak je het beste van drie werelden. Want dan heb je Nieuw-Leuzen succes ook meegenomen. En dan kon het wel eens zijn dat iedereen blij is. En als dan over een jaar of wat blijkt dat het digitaal het helemaal overgenomen heeft, dan kun je vervolgens het afbouwen. En inderdaad, de digital natives, die zullen langzamerhand meer en meer gaan worden. Dus ja, dat zal op een gegeven moment wel gaan komen. Maar misschien is dat nu nog even iets te vroeg. Ook misschien wel voor de bevolking, voor het gevoel van de bevolking van Leemreveld. Dank u wel, meneer Schuring. Meneer Noten, mag ik u vragen om een reactie en hoe verder? Nou, we moeten erg oppassen, want het logisch klopt je altijd met dit soort voorstellen.
dat men het oude niet wil behouden en het goede er nog eens een keer, het goede nieuwe er nog eens een keer aan toe wil voegen. En dat is wel een beetje wat de raad nu aan het doen is. Die zegt, we zouden het graag houden zoals het is en dan die nieuwe dienstverlening eraan toevoegen. Vooral meneer Schuring maakt het op dat punt toch wel echt heel erg bond. Want hij zegt, en ik zie hem nee knikken, maar hij zegt, hou gewoon de openstelling en ga ook die paspoorten rondrijden. En dat betekent gewoon echt concreet kostenstijging. En u heeft wel gelijk dat ik dan het veiligheidsprobleem op Lemelenveld heb opgelost. Maar het betekent wel kostenstijging. En dat moet zich dan ook vertalen in een kredietaanvraag naar de raad toe. Dus daar moet u dan ook gewoon weer een oordeel over uitspreken. Maar dan hebben we tenminste ook de cijfertjes scherp. En dat is in dit geval niet zo. En ik snap ook wel dat dat het niet makkelijk maakt, de discussie. Dus ik ga u daar sowieso over informeren. Wat de kosten zijn van de verschillende scenario's. Ik moet u eerlijk zeggen, ik ben er zelf ook nieuwsgierig naar. Dus dat is heel goed. Wat ik me wel kan voorstellen is dat het niet al te rigoureus gebeurt. En dat je ook even kijkt naar wat de effecten zijn op de bezoekersaantallen. Kijk, er komt een moment, laat ik dat echt tegen u zeggen, dat ik van mening ben dat het in stand houden van een infrastructuur voor 2-3 bezoeken op een avond, dat gewoon onverantwoord is. Dat is, als je dan kijkt naar wat een bezoek kost, is dat gewoon niet meer realistisch. Dan zijn we in een ander tijdperk terechtgekomen. En ja, dat gebeurt, denk ik. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat je naar een iets geleidelijkere weg daar naartoe kijkt. Gaat. Misschien is dat ook het onderwerp wat we met de plaatselijke belangen moeten bespreken. Hoe zouden we dat kunnen doen? Meneer Klein-Koerkamp, u zei het heel helder. Als dit dicht is, gaat het nooit meer open. Zo zie ik het niet. Het is wel een infrastructuur die je makkelijk weer kunt herstellen. Het is niet zo dat het cultuurhuis gesloten wordt. Het is ook niet zo dat het loket verdwijnt. Ik snap dat u die zorg heeft, maar dit is niet zo'n rigoureuze ingreep dat hij nooit meer terug kan. Maar nogmaals, misschien moet de uitdaging zijn dat we het bezoek door de kwaliteit van onze dienstverlening nog verder omlaag weten te brengen, zodat het voor u nog duidelijker wordt dat het in stand houden tegen deze kosten niet verstandig is. Dat is een ander soort benadering. Voorzitter, dus ik heb goed gehoord wat iedereen zei. De ideeën zijn leuk, maar het moet rustig aan. Daar komt het een beetje op neer. Dank u wel voor uw reactie. En ik heb ook een toezegging van u gehoord. En de toezegging is om per scenario inzage te geven in de verschillende kosten. Heb ik dat goed gehoord? Nee, wat ik tegen u gezegd heb, want voordat ik het weet kom ik hier dadelijk met 3-4 scenario's. En het was toch echt gedelegeerd. Maar ik ga u inzichten geven in de kosten. Want die heeft u nu niet. En dat ga ik wel doen. Ook gewoon dat u daar gevoel bij krijgt. En voor de rest gaan we, want daar heeft u allemaal niet over gesproken, maar daar bent u het vast over eens. We gaan gewoon in gesprek ook met de plaatselijke belangen en kijken of we daar scenario's kunnen bedenken die veel gelijkmatiger zijn. Maar dat moet u ons toevertrouwen. Dank u wel voor deze toelichting. Voorzitter, mag ik nog één vraag over één aanvullende opmerking? Meneer Schuring, VVD. Nou, het was één ding wat meteen door mijn hoofd, een pilot met een visie draagt, ja, die mag vaak wel wat geld kosten. En zeker in dit geval is het een pilot die klein uitgezet wordt, maar die dan uiteindelijk doorgezet wordt, want die gaat dan over de hele gemeente. Dus vanuit dat oogpunt ben ik wel heel benieuwd inderdaad naar wat voor kosten eraan hangen. Wat dat betreft, voorzitter, is het natuurlijk zo dat als het geld gaat kosten, kom ik bij u terug. Vanzelf, meneer Noten. Dank u wel voor deze aanvullende reactie. En hiermee concludeer ik dat we voldoende gezegd hebben over de publieke dienstverlening. Meneer Noten kan op weg, kan op pad, heen en weer misschien met documenten of zonder documenten in overleg met plaatselijk belang. En veel succes bij de verdere opzet. Over naar agenda punt 7. Plan van aanpak WOC Campus Nieuw-Leuzen. Portefeuille houden. Meneer Van Leeuwen, het is een informerende notitie. De raad heeft het college de opdracht gegeven om de vervolgstappen van het project WOC Campus Nieuw-Leuzen te beschrijven. Het college heeft de opdracht beschreven hoe we dit gaan uitvoeren. En u kunt er kennis van nemen, of heeft er kennis van kunnen nemen. Meneer Leroy is aangeschoven als ambtelijke ondersteuning. Dit voorstel wil ik in principe in één ronde behandelen. Als het goed is, heeft u daar kennis ook van kunnen nemen. Meneer Meijerink heeft aangegeven zich te onthouden van de beraadslaging en de discussie. Hij kan gewoon aan blijven zitten, maar waarvan akte deze opmerking, sorry. En ik wil u vragen om uw vragen en uw opinie op het voorstel. Ja. Meneer Koetsier, CDA. Dank u wel, voorzitter.
Laat ik allereerst beginnen met dank te zeggen voor de informatie. Wij waren als CDA-fractie erg nieuwsgierig naar de stand van zaken, omdat het een belangrijk onderwerp is voor het dorp. We zijn blij dat we goed geïnformeerd zijn. We zijn in hoofdlijnen ook eens met de richtingen die beschreven zijn. Toch hebben wij drie vragen. Dan wel dingen die we mee willen geven. De eerste is, er staat in de notitie dat u ons gaat informeren op natuurlijke momenten. Nou, dat is hartstikke mooi. Tegelijk is dat heel subjectief. Dus ik zou graag iets meer van u willen weten van wat u daaronder verstaat. Dus wat concreter. De tweede vraag betreft, in het voortraject hebben wij kennis genomen van dat de deelnemende partijen erg betrokken waren bij het hele voortraject. Ik ben erg benieuwd naar hoe de deelnemende partijen nu betrokken zijn geweest bij het opstellen van deze notitie. En als laatste vraag of wat ik u mee wil geven gaat om het volgende. In de eerdere besprekingen hebben wij als CDA-fractie gepleit voor het feit om de deelnemende partij maximaal te betrekken bij de planvorming, bij de indeling van de gebouwen en bij de programmering. Juist om later ook dat zij maximaal verantwoordelijkheid kunnen dragen. Als ik het nog goed begrijp, is het bestuur van de Stichting van het Cultuurhuis in voorfase 3... zeg maar, in het leven geroepen. Dat betekent, als dat net voor fase 3 is en in fase 2 worden alle besluiten genomen, dat ze niet betrokken zijn geweest bij de indeling, bij de programmering. Nou, dat vinden wij eigenlijk toch wel een zwaarwegend punt. Dus die willen wij graag meegeven. Tot zover. Dank u wel, meneer Koetsier. Meneer Broer, Partij van de Arbeid. Namens ons, dank u wel, voorzitter. Namens ons ook, dank voor de stukken. Ten eerste, het is voor ons nogmaals goed te zien dat er hard gewerkt wordt aan het realiseren van een cultuurhuis in Nieuw-Leuzen. Het is een lang gekoesterde wens van onze partij. En met de stenen komt het wel goed. Daar maken we ons niet zoveel zorgen over. Echter, als wij het stuk lezen en vervolgens onze oren te luisteren leggen in Nieuw-Leuzen, hebben wij toch wat zorgen. Wij missen in het stuk de ziel van Nieuw-Leuzen. Het komt op ons vooral over als een project van de gemeente. Dit terwijl cultuurhuizen bij uitstek projecten van de dorpen zouden moeten zijn. Dit komt voor ons nogmaals tot uiting in de keuze van de stuurgroep, waarin wij een oververtegenwoordiging van gemeentelijke ambtsdragers zien. Wij begrijpen bijvoorbeeld niet goed wat de rol van de burgemeester in deze stuurgroep is, naast al een inhoudelijke wethouder, een projectleider en een gemeentesecretaris. En de vertegenwoordiging van het Nieuw-Leuzense komt er nog wel mager vanaf met één iemand. En zoals eerder door mijn buurman ook al aangegeven, pas in een derde fase. Wij nemen dan ook kennis van deze notitie, maar houden zorgen over de maatschappelijke inbedding van het project in de gemeenschap van Nieuw-Leuzen. Dank u wel, meneer Broeren. Meneer Schuurman, gemeentebelangen. Ja, dank u wel, voorzitter. Goed om te zien dat WOC Campus weer op de agenda staat van de raadscommissie. Het is een groot project en dan is het fijn om met regelmaat op de hoogte gehouden te worden. Een paar vragen die wij hebben door het lezen van de stukken. Tijdens ons bezoek aan de bijeenkomst van 10 februari hebben we gezien dat er flinke belangstelling was vanuit de omwonenden. Kunt u de aandachtspunten aangeven die zijn aangegeven door de belanghebbenden? Er wordt ook gesproken over het feit dat er misschien al nieuwe partijen kunnen zijn die willen aanhaken bij het project. Eigenlijk wel benieuwd of er al belangstelling is voor de rest vanuit het dorp. En in de houtskoolschets zoals we die gezien hebben, is heel duidelijk dat welzijn en cultuur ingetekend zijn in het voormalige bankgebouw. Oorspronkelijk was het zo dat het gebied helemaal vrij ingetekend zou worden. Is het ook zo dat er nog nagedacht wordt vanuit sport of iets dergelijks om het bankgebouw te gebruiken, zodat je echt een creatievere invulling krijgt van het gebied? Was het bedoeling dat we het in één ronde deden? Goed, dan gaan we gewoon direct door. We vinden het goed om te zien dat de monitoringcommissie is ingetekend in de projectorganisatie. En we weten dat er hard gewerkt wordt om een goede invulling te geven aan de diverse groepen die er zijn. Ook die 75-25 regel wordt weer genoemd en heeft dus ook aandacht door de werkgroepen. De volgende punten hebben we nog als aandachtspunt.
Wil het college vragen om de opmerkingen van de omwonenden zoveel mogelijk mee te nemen in de plannen en open te communiceren. In het plan van aanpak staat genoemd dat er met regelmaat gecommuniceerd zal worden met de omwonenden. Wat ons betreft kan dat iets concreter. Om te voorkomen dat het erbij inschiet en je zou daarbij ook de lokale media kunnen gebruiken. Dus probeer open en transparant te communiceren. Ik merk gewoon in het dorp dat er nog heel veel vraagtekens zijn over wat er gaat gebeuren. Vanuit verhalen die we hoorden, horen we toch ook dat de veiligheid toch wel veel zorgen baart door veel omwonenden. Er komen toch heel wat verkeersbewegingen bij en in het gebied. Dus nu is de kans om daar goed naar te kijken en we willen daar dan ook even goede aandacht op vestigen. Eigenlijk willen we alle partijen oproepen om zoveel mogelijk samen na te denken over de mogelijke oplossingen voor de toekomst. Die samenwerking die gaat ervoor zorgen dat er flinke stappen genomen kunnen worden voor Nieuw-Leuzen. En de stenen die gaan er komen, daarvoor zijn we flink bezig. Maar dat is eigenlijk niet waar het om gaat. De samenwerking, de verbinding die er komt, dat maakt dat Nieuw-Leuzen een beter dorp moet worden. We wensen het college en van alle betrokken partijen nog heel succes en blij voor deze update en zien we graag weer terugkomen op de agenda. Dank u wel. Wel, meneer Schuurman. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt een goed plan voor aanpak. Kort en bondig wordt uitgewerkt hoe dit grote project aangepakt gaat worden. En het is echt een heel groot project. Sterke punten van dit plan van aanpak vinden we. Het biedt een helder overzicht van taken, mensen en tijdspad. Tweede punt, het nu alvast beginnen met gezamenlijke programmering om zulke draagvlak te vergroten. Het derde punt, het streven om zo snel mogelijk, en ik sluit aan wat al eerder gezegd is, ook echt zo snel mogelijk te zorgen dat er een bestuur-cultuurhuisconcept Nieuw-Leuzen komt, zodat ze ook inderdaad hun rol kunnen innemen. En als laatste punt, dat deelnemende partijen, gebruikers, inwoners, omwonenden, die zijn in beeld, dat wordt ook een aantal keer genoemd, maar houden die ook in beeld. En zorg dat ze inderdaad, dus ook al genoemd door gemeentebelangen, dat ze betrokken blijven. Dat zijn onze vier punten die we heel, waar we tevreden over zijn. We hebben ook een paar kritische opmerkingen, CQ-vragen. Het eerste punt gaat over de in 2008 vastgestelde kadersgrote projecten. We hebben er vanmiddag een technische vraag over gesteld, want het is een beetje technisch, maar ik noem hier toch maar eventjes. Wij zouden graag die kaders, want die heb ik ook niet meer voor ogen, want toen zat ik hier nog niet in de raad, zouden die graag bijgevoegd zien bij de informatie die we krijgen. Want nu is het elke keer een beetje onduidelijk, waar hebben we het eigenlijk over? Dus als dat er in vervolg bijgevoegd kan worden. Tweede vraag is eigenlijk, er wordt vaak gesproken over het leren van de grote projecten. Waar zit hier dat leren van ervaringen in dit plan van aanpak? Wat is er de ervaring met de Trefkoelen Plus? Wat moeten we meenemen? Het derde punt, daar is ook al iets over gezegd. We zien dat zowel de burgemeester als de wethouder in de stuurgroep zitten. Wie is nu verantwoordelijk? En we vragen dat ook omdat met de burgemeester en de wethouder het halve college in de stuurgroep zit. En is het dan nog mogelijk voor het college om voldoende kritisch de plannen te volgen? Het laatste punt gaat over de planning op pagina 14. In oktober vorig jaar is onder meer gesproken over de wenselijkheid en of noodzaak van het koppelen van de nieuwbouw van het Agnietencollege aan de nieuwbouw van de Schakel. Dat was en is voor onze fractie een zwaarwegend punt. We hebben in de vorige bespreking ons amendement hierover ingetrokken na de toezegging dat deze koppeling van nieuwbouw het leidende uitgangsprincipe zou zijn. Nu zien we dat niet terug in dit plaatje. In dit plaatje blijven de Schakel en het voorzet onderwijs aparte pijlen, terwijl een koppeling zou betekenen dat na fase 2, ik probeer het rustig te zeggen, dat na fase 2 de Rabobank als apart project verder gaat, terwijl als een dunne pijl en dat de Schakel en het voorzet onderwijs samen verder gaan. Ik hoop dat ik het duidelijk genoeg uitgelegd heb. Kortom, voorzitter, we hebben met instemming kennis genomen van dit plan van aanpak. We hebben de sterke punten benoemd, met als kernwoorden draagvlak en samenwerking. En we hebben enkele kritische opmerkingen gemaakt die vooral raakten aan aansturing en verantwoordelijkheid. En tot slot wensen we iedereen succes met dit mooie en uitdagende project. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Lasje, voor uw inbreng en vragen. En aan de rechterzijde nog vragen en inbreng? Meneer Schuring, VVD. Ja, dank voorzitter. Dank voor dit plan van aanpak. Mooi om te zien dat de monitoringscommissies verzoek is ingevuld. Op het vlak van timing hebben we nog wel twee opmerkingen en vragen. De eerste is waarom er in fase 1
deelprojecten niet parallel gestart worden met deelproject 2. Dus er zijn twee deelprojecten die vervolgens uit elkaar gaan lopen. En volgens mij is de financiële goedkeuring en aansturing daarvan wel op hetzelfde moment gegeven. Is daar een reden voor dat ze niet parallel gestart worden? En een ander puntje in die timing is dat de late betrokkenheid van de nieuwe leuzenaren, maar die was net al eventjes benoemd, dat die pas in fase 3 voorbij komen. En dat zijn wel degenen voor wie het gedaan wordt en door wie het gedaan moet worden. Dus ik kan me voorstellen dat die wat eerder naar voren getrokken worden. Dank u wel, meneer Schuring. Meneer Rooijakkers. Dank u wel, voorzitter. Ik had even gemist wat de reden was om het in één keer te doen. Want u hebt mij net opgevoed om eerst vragen te stellen en erover na te denken en dan pas een mening te hebben. Dus ik zal proberen om dat weer terug te draaien en weer in mijn oude stiel te vervallen. Meneer Rooijakkers, liever niet. We hebben nu gepoogd per agendaonderdeel aan te geven hoe de behandeling zal gaan plaatsvinden. En als het goed is, heeft u dat via de e-mail gekregen, zodat u zich gedegen kunt voeren. Nee, maar ik heb er wel mee. Fijn. Ik heb een paar vragen. En het kan zijn dat ik dat in het loop van het project, wat in heel veel etappes is, wordt besproken, gemist heb. De gemeente betaalt en het eigendom gaat over naar een stichting. En hebben we dat al besloten? Of heb ik dat gemist? En het tweede is, er staat in het stuk dat de stichting de bouw en de aanbesteding gaat leiden. Tenminste, dat begrijp ik uit het stuk. Niet de gemeente meer, want die is dan niet meer aan zet, maar dat zou de stichting dan doen. En de stichting bestaat dan niet eens. Wanneer is besloten dat de stichting die bouw gaat doen in fase 3? En waarom gaat de stichting dat doen? En heb ik dat dan ook gemist? En is dat dan geen extra groot risico, ook financieel, voor projectmanagement? Als je een nog niet bestaande stichting nu al aanduidt als degene die straks de bouw moet gaan regelen. Want ik hoor van verschillende kanten zeggen, de stenen gaan er wel komen. En de samenwerking en de verbinding is het belangrijkste. Maar een goed project runnen is ook nog niet altijd zo eenvoudig. Dus dat waren mijn vragen. En ik hou het daar even bij. Hoewel het één fase is, vind ik het wel goed dat er een plan van aanpak wordt besproken. Maar ik ben erg kritisch op deze punten waarvan ik de vraag heb gesteld. En ik ben het ook niet helemaal eens met mevrouw Lasje die zegt dat het niet de college verbonden moet blijven aan de bouw van de schakel. Want ik was juist degene die in de eerdere fase vraagtekens heeft gezet bij de nut en noodzaak van al die nieuwbouw. Dus ik vind het prima dat het zo is opgeschreven zoals ik denk dat het er staat. Dank u wel. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Wie kan ik nog meer het woord geven? Daarmee wil ik naar het college. Meneer Van Leeuwen. Dank u, voorzitter. Het is altijd wel fijn om te horen dat u allen vindt dat u goed geïnformeerd wordt. Dat is ook het streven van ons. En laat ik proberen om antwoorden te geven en waar eventueel noodzakelijk zal de heer Larooy mij aanvullen. Bijvoorbeeld over de zinsnede natuurlijke momenten. Daar zal ik vragen of de heer Larooy daar even iets over wil zeggen. Partijen zijn erg betrokken. Hoe zijn ze betrokken bij deze notitie? We hebben deze notitie besproken in de projectgroep, in de stuurgroep. En hij is ook in elk geval voor wat betreft de fasering besproken met de deelnemende partijen. Morgenavond overigens hebben we weer een bijeenkomst en daar staat onder andere op het programma om de intentieverklaring met elkaar te gaan ondertekenen. Dat wat betreft het enthousiasme van de partijen, want dat enthousiasme is nog altijd gelukkig aanwezig en dat proberen we ook zo te houden. Dat is dus een maximale betrokkenheid en ik ben het volstrekt met u eens, wij zijn het volstrekt met u eens, meneer Koetsier, dat bestuur niet pas vlak voor fase 3 tot stand moet komen. Ik kan u verklappen dat wij onze uiterste moeite hebben gedaan om een
een voorzitter te vinden voor de nieuwe stichting. Wij denken dat wij daarin in geslaagd zijn, één van formaat. Maar dat willen we morgenavond ook met de betrokken partijen gaan bespreken. De Partij van de Arbeid mist de ziel van Nieuw-Leuzen. Dat is nou juist dit project. We proberen Nieuw-Leuzen weer een ziel te geven. We proberen Nieuw-Leuzen te verbinden in dat middengebied Noord en Zuid. Dus dat is nou net het doel van dit project. Meerdere partijen hebben gevraagd naar de rol van zowel een burgemeester als een projectwethouder in de stuurgroep. Dit is een overgangsfase geweest. Burgemeester Noten en ik hebben tot nu toe de kar fors getrokken en alle mensen geprobeerd daar enthousiast voor te krijgen, de betrokken partijen. Nou, dat is gelukt. De raad heeft uiteindelijk ook een beslissing genomen. De burgemeester gaat zich nu terugtrekken, maar omdat het hier een cultuurhuis betreft waar ook sport bij betrokken is, wil ik toch wel heel graag dat collega Von Martels toch uiterlijk na de zomervakantie hierbij betrokken gaat worden. Want die heeft daar inhoudelijk natuurlijk het nodige te zeggen. Dat is een van de leermomenten vanuit het project Trefkoelen, waarbij de projectwethouder in feite alles gedaan heeft. En pas 2-3 maanden na totstandkoming van de trefkoelen, van de overdracht, dat collega Von Martels daarbij betrokken werd. Nee, dat moet eerder, dat moet in die voorfase. Hij is bij die programmering betrokken. Dus dat is een van de leermomenten. Voor wat betreft de suggesties vanuit de bewoners, nieuwe partijen die aanhaken, vraag ik ze ook even de heer Laroy een toelichting te geven. Wordt er nog nagedacht met betrekking tot sport in het bankgebouw? Niets is uitgesloten. Voor de hand liggend is een ander verhaal, maar niets is uitgesloten. We zitten nog in een fase van verkenning. De opmerkingen van omwonenden, die worden zeker meegenomen. Wij proberen open en transparant te communiceren. Afgelopen woensdag hebben we een avond gehad met bewoners van de Beatrixlaan. Dat was een vervolgavond op vorig jaar mei, naar aanleiding van klachten over verkeersveiligheid, snelheidsovertredingen. Het was een bijzonder plezierige avond. De mensen hebben we meegenomen in het project. Ze hebben alle begrip dat we pas met een verkeerscirculatieplan kunnen gaan komen als we weten wat daar in dat middengebied gaat gebeuren. Ik heb met ze afgesproken dat op het moment, en dat onze inschatting is nu, dat dat de tweede helft van 2017 zal zijn, dat we dan met de betrokkenen, de bewoners van de Beatrixlaan, om tafel gaan. Dat we Veilig Verkeer Nederland vragen daarbij te zijn. De politie heeft in elk geval al toegezegd dat ze daarbij zullen zijn. Enkele verkeersdeskundigen. En dan gaan de bewoners zelf hun veilige straat inrichten. Dus dat proberen we op die manier transparant in een co-productie tot stand te brengen. Dat werd zeer positief ontvangen, kan ik u zeggen. Er zijn veel vraagtekens in het dorp over wat er gaat gebeuren. Ik herken dat heel goed, meneer Schuurman, want die vraagtekens leven hier ook. We hebben een idee met z'n allen. We hebben een visioen met z'n allen. Maar hoe het gaat worden, dat weten we nog niet. Het is voor ons ook bijzonder spannend. Mevrouw Lasje, de kaders van 2008 graag bijvoegen, lijkt mij geen probleem om daar aan uw wens te voldoen. Leren van grote projecten. Ik heb genoemd net even dat de wethouder cultuur en sport daar in een vroeg stadium bij betrokken moet worden. En een tweede is, maar dat is een lering van meerdere grote projecten. Dat geldt voor het gemeentehuis, dat geldt voor de trefkoelen. De monitoringscommissie, die heeft een hele belangrijke rol. En die hebben we ook hier in dat plan van aanpak weer op zijn plek gezet waar die thuis hoort. De burgemeester gaat zich dus terugtrekken uit de stuurgroep. De voorzitter van het nieuw op te richten bestuur, die zal daar zeker ook in komen. En ik heb gekscherend binnenskamers alles gezegd, dat is een bouwpastoor. Die moet het voor een belangrijk deel die kar ook gaan trekken, zoals de heer Peerdeman dat bij de trefkoelen heeft gedaan. Nieuwbouw Agnietencollege, wij hebben
twee weken geleden om tafel gezeten met de bestuurders en twee directeuren van Landsteden, de overkoepelende organisatie van Agnieten College. Uitstekend gesprek geweest. Zij zijn nu op pad gestuurd met huiswerk wat ze moeten doen. Want het gaat er ook om van wat wil je nou? Hoeveel vierkante meters heb je nodig? Wat voor type lokalen wil je gaan realiseren? Wat voor onderwijsvisie heb je? En wat heeft dat voor consequenties voor je eisen? Ze zijn enthousiast, maar ze willen wel heel graag weten van het primair onderwijs, willen jullie samenwerken? Want we hebben straks wel te maken met leerlingen die naar die school toe moeten vloeien. Dus dat is een opdracht waarmee ze op pad zijn, waarmee ze zichzelf op pad hebben gestuurd. Laat ik het goed formuleren. Het is niet zo dat wij opdrachten verstrekken. Maar het gesprek was dusdanig dat zij gezegd hebben, nou dat ligt dan op ons bordje. Dat moeten wij gaan doen. Dus wat ons betreft, die combinatie van Agnieten College en sport, absoluut hoort dat bij elkaar. En in het gesprek kwamen we ook tot de conclusie dat het niet alleen sport is, maar dat daar ook cultuur natuurlijk is, wat een grote kans biedt voor het voortgezet onderwijs. VVD, waarom de deelprojecten niet gelijk? Nou, u heeft geld beschikbaar gesteld voor Rabobank en Schakel. En ik heb nog geen geld gevraagd voor het voortgezet onderwijs, want dat zijn we nog aan het uitzoeken. Ja, voor fase 1, voor fase 2 hebben we dat ook gevraagd en dat is beschikbaar gesteld. Maar uitsluitend voor Rabobank en Schakel. En wij gaan nu samen met Landsteden uitzoeken een haalbaarheidsonderzoek van het koppelen van Agnieten College aan de Schakel. En we hebben met ze gezegd dat we eigenlijk proberen, we denken dat dat bij jullie sneller kan. Dus dat die dubbele stap van fase 1, fase 2 van voortgezet onderwijs uiteindelijk op hetzelfde moment bij elkaar komt, zodat we dan aan de raad een go of no-go kunnen voorleggen. Maar daar komt dan ook weer een financieringsvraag voor het voortgezet onderwijs bij. Overigens gebaseerd op landelijke normen. De gemeente betaalt een eigendom naar de stichting. Ja, meneer Royakkers, dit is een vorm die tot nog toe gekozen is bij deze grote cultuurhuizen en ook de sporthal De Schakel in het verleden. De stichting doet de bouw en aanbesteding, maar dat doet ze naar de gemeente toe en wij hebben daarin het voortouw. En daar heeft de monitoringscommissie ook dan die belangrijke plaats in. Het is niet zo dat de stichting dat helemaal gaat doen, dat gaan wij doen, de aanbesteding. Het zoeken naar een begeleidende partner, een bureau wat ons daarin gaat helpen, daar zijn we nou in afrondende fase. We verwachten dat we 30 maart daar een aanbesteding kunnen gaan doen. Ik heb heel veel gezegd, misschien ook dingen nog gemist. En een paar aanvullingen mogen misschien, voorzitter, nog door meneer Laroy gedaan worden. Uiteraard mag dat, meneer Laroy. Ja, dank u wel, voorzitter. Even ingaand op de nieuwe partijen, zonder dat ik daarbij echt concreet namen wil noemen. Maar ik ben benaderd, gewoon het staat in de krant dat we bezig zijn in uw Leuzen als gemeente. Dan is er iemand met een idee over exposities op vlak van kunst en cultuur. Daar ga ik het gesprek mee aan. En zeg ik eigenlijk, vertel ik wat de stip op de horizon is voor de gemeente. En dat er een mogelijkheid kan komen tot. Alleen nu iets in een leeg kantoorgebouw realiseren, dat heeft geen effect. Iemand die op vlak van maatschappelijke zorg bezig is, heb ik ook aangegeven, voor mij ligt daar een hele logische verbinding om dat in het middengebied in de toekomst te plekken. Alleen ik kan het nu nog niet invullen, want er is nog geen exploitatie en beheer van een gebouw. Zo iemand verwijs ik door naar de Schakel. Zo van, als je zijn ruimte wil huren voor een activiteit, maak dan gebruik wat er nu is. Dus zo zijn er organisaties, mensen uit Nieuw-Leusden, die zich melden en waar we gewoon het gesprek mee aangaan. Ja, op het vlak van andere verenigingen, ik houd daarin de deur open, ook in de komende fase. Waar het er uiteindelijk om gaat, is dat het een cultuur is wat gewoon zo goed mogelijk gevuld is wat betreft de vierkante meters voor de activiteiten voor de dorpsgemeenschap in Nieuw-Leusden.
Dus dat over nieuwe partijen. Als die er zijn, dan komen die ook in de komende fase duidelijk boven water als we naar het eind toe afspraken gaan maken over het gebruik van de vierkante meters en et cetera. Ten aanzien van de natuurlijke momenten, ja, we hebben daar wel over nagedacht. Hoe gaan we dat nu doen? Gaan we elk kwartaal standaard een rapportage doen? Maar dan zit je soms net niet in de juiste dynamiek van het project. We willen wel u informeren. Een voorbeeld van zo'n moment zou kunnen zijn op het moment dat we de aanbesteding van het projectmanagement afgerond hebben en we hebben een resultaat, dat we u daar via een korte notitie van op de hoogte brengen hoe we dat gedaan hebben. Dus zo zien we veel meer de natuurlijke momenten om u te informeren over datgene wat we gedaan hebben. Dus dat is niet een vast tijdritme, gewoon eigenlijk gebaseerd op de activiteiten die dan relevant zijn, zodat u ook dat u zo kort mogelijk op de bal geïnformeerd wordt. Want op het moment dat je kiest voor een kwartaalrapportage en dat de ene punt is nog niet aan de orde, dan kan het misschien 3 maanden duren voordat u erover geïnformeerd bent. Dus dat is het streven. Volgens mij waren dat de punten die ik voor mijn rekening had. Dank u wel. Dank u wel, meneer Leroy. Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Even nog op dat. Ik heb een paar punten nog naar aanleiding van de beantwoording van de wethouder. Maar de heer Leroy die had het ook over de aanbesteding. Als de aanbesteding van het projectmanagement rond is. Ik neem aan dat zo'n aanbesteding onder ontbindende voorwaarden is van een go-no-go van de gemeenteraad. Gaat het over de eigendomsoverdracht. Daar hoorde ik van de wethouder dat dat de gewoonte was om dat te doen. Maar het lijkt me toch nuttig om dat expliciet te besluiten. Want ik ben niet zo voor, we doen het omdat we het in het verleden altijd deden. Laten we daar gewoon over nadenken of dat we vinden dat dat een goed plan is. En verder over mijn vraag over moet de stichting dan de bouwende aanbesteding gaan leiden. Want het is ook een vak. Zei de wethouder, ja maar de stichting besteedt het aan de gemeente en de gemeente besteedt het weer aan de aannemer, zeg maar. Dat lijkt me een beetje een rare figuur. Maar in elk geval ben ik dan enigszins gerustgesteld dat ik aanneem dat de stuurgroep, waar de gemeente een groot belang in heeft, uiteindelijk erover gaat. Dank u wel, meneer Rooijakkers, voor deze laatste inbreng. Meneer Van Leeuwen, kunt u daar nog even op reageren? Antwoord op die laatste vraag is ja. En het antwoord op een overdracht, dat is een onderdeel van een go-no-go moment. Dus u als raad heeft daar zelf ook nog iets over te zeggen. Waarbij er juridische voorwaarden zijn omtrent, mocht de stichting ontbonden worden, dat het weer om niet terugvalt aan de gemeente, et cetera, et cetera. Maar de procedure, kan ik u verzekeren, is volledig conform de trefkoelen. De trefkoelen. Dat was dan net het punt, dat ik zei van, dat lijkt me goed, maar het lijkt me ook goed dat we dat expliciet besluiten. Wie heeft dat nu toegezegd dan? Meneer Rooijakkers, dat staat al in het grote projectplan, zo heb ik het begrepen. Dank u wel. Daarmee concludeer ik dat alles is gezegd over de voortgang en de notitie zoals die nu heeft voorgelegen om te bespreken. Er zijn een aantal toezeggingen gedaan door meneer Van Leeuwen om in de tweede helft van 2017 worden de betrokken bewoners in samenwerking met Veilig Verkeer Nederlands, politie en verkeersdeskundigen bij elkaar geroepen, uitgenodigd zal het zijn, om de eigen straat in te richten. Tenminste, dat zijn uw woorden. Er is een toezegging gedaan om de kaders zoals die in 2008 zijn vastgesteld. Mevrouw Lasje heeft dat daarom gevraagd bij te voegen. En ik heb, dan moet ik even naar links kijken, nog een toezegging. Of was het dat hem? Dat was hem, dank u wel. En u heeft voldoende input weer voor het vervolg. Wens u veel succes. Dank de heer Leroy voor zijn inbreng en aanwezigheid. En daarmee stel ik vast dat we kennis hebben genomen van de notitie zoals die voorligt. Het plan van aanpak zelfs. Naar agenda punt 8. Sporten met een beperking. Vanwege de afwezigheid van meneer Van Martels is meneer Van Leeuwen de woordvoerder, niet de portefeuillehouder dus.
in de kadernota bewegen. En sport 2013-2016 is als actiepunt opgenomen dat mensen met een beperking meer moeten. Nee, dat zeg ik fout. Is als actiepunt opgenomen dat mensen met een beperking meer te laten bewegen en bij voorkeur bij organisaties in onze eigen kernen. Het college heeft daarvoor nu beleidsregels vastgesteld en die aangepast na inspraak vanuit het veld. En de raadscommissie kan er nu kennis van nemen. In principe in één ronde. Voor zover er opmerkingen, vragen en uw opinie gegeven kan worden, mag worden. En hierbij geef ik het in bespreking met de opmerking dat vragen en uw opinie in één ronde mag. En meneer Broeren, Partij van de Arbeid, trapt af. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel ook voor dit stuk. Wij zijn blij met de aandacht voor sporten met een beperking. Wij vinden het belangrijk dat iedereen in onze gemeenschap deel kan nemen aan sport. Wij vinden het voorstel echter nog wat aan de magere kant. Wij zouden willen voorstellen dat het college nog eens goed naar de inspraakreacties kijkt. Hier staan volgens ons namelijk zeer goede punten in. Neem bijvoorbeeld de reactie van de sportraad. Zij noemen een aantal punten. Ik zal er 5 even noemen. Sluit aan bij het provinciaal initiatief die er zijn van de sportservice Overijssel. Sluit aan bij het provinciaal onderzoek van deze sportservice, zodat we een beter beeld krijgen van waar we het nou eigenlijk over hebben in de Hofse. Kijk eens bij de buren. Ommen wordt daar heel nadrukkelijk bij genoemd. Waarbij ik wil aantekenen dat ook de regeling die men daar ondertussen heeft om bijvoorbeeld accommodaties aan te passen, met daar een 50-50 subsidieregeling, ook erg aansluit bij de huidige discussie in de Tweede Kamer over toegankelijkheid. Schakel welzijnsorganisaties in en herstructureer de financiën subsidies. Ik kan eigenlijk kort blijven. Ga nog eens goed in gesprek met de sportraad. Ons oordeel is dus ook, wij zien graag de suggesties van de sportraad overgenomen en zien het geamendeerde stuk graag terug ter bespreking in de raad. Dank u wel voor uw inbreng, meneer Broeren. Het is een notitie die informerend aan u wordt meegegeven. En u geeft aan dat u hem wilt terugzien. Wij zien graag nog enige aanpassingen, ja. Ja, prima. Dan heb ik u goed gehoord. Ik geef aan dat het nu ter informatie aan u voorligt. Meneer Rooijakkers? Daar wil ik even een vraag over stellen. Want mogen we nou wel onze mening geven of niet onze mening geven? U mag uw mening geven, maar het is niet de bedoeling dat het als raadsvoorstel vervolgens wordt teruggebracht naar de raad. Het komt helemaal niet meer in de raad, is de bedoeling. Het was een informerend voorstel, meneer Rooijakkers. En dit is kennelijk de... Aan het college. Aan het college. Oké, dan zal ik daar meteen iets van zeggen dat ik het daar niet mee eens ben. Want... Delegeren. Ja, nee. Ik vind het een voorbeeld van heel veel beleid en heel veel papier en een budget wat erg mager is. Het gaat om 2000 euro, 2800 euro. Ik zou bijna zeggen, dan kun je ook de moeite besparen om ons daarvan te informeren als we er geen mening over mogen hebben. Dus dat klinkt misschien hard, maar dat was in elk geval de bedenking die ik erbij had. En ook als ik de formuleringen zie, de reacties van de gemeente op de inspraaknotities, wat dat betreft ben ik het helemaal met de heer Broeren eens, ik zou er toch nog wat serieuzer naar kijken. Als ik die formuleringen zie, dan vind ik dat een beetje zuur. Het gaat te ver om duurdere sporten zoals fitness en zwemmen te vergoeden. Nou, ik dacht dat het algemeen bekend was dat zwemmen voor heel veel mensen met een beperking, en vooral met lichamelijke beperking, een hele goede activiteit is. En dat het vaak gewenst is. Nou, en dan nog eentje wat verder. Een andere reactie op een andere inspraak van de sportraad. Subsidiëren van sport- en bewegingsaanbod bij de huidige en of andere zorgorganisaties gaat te ver. Nou, allemaal van dat soort dingen. Denk ik van, nou, het is een regeling voor mensen met een beperking, maar de regeling kent ook te veel beperkingen. Daar wil ik het dan bij laten. Dank u wel, meneer Rooijakkers, voor uw inbreng. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Sporten met een beperking. Voor ons ligt een mooie nota. Mooi omdat het past in de visie dat iedereen moet meedoen, ook als het gaat om sporten. Daar waar extra stimulansen van ondersteuning nodig is, moet dat ook goed geregeld zijn. We ondersteunen de ingezette lijn van zelfverantwoordelijkheid, stimuleren regionale samenwerking en de inzet van de buurtsportcoaches. Maar we hebben ook al onze opmerkingen hierbij. En ze sluiten wel aan bij wat er gezegd is. De twee insprekende organisaties vragen aandacht voor meer duidelijkheid over de doelgroep en dat ondersteunen we graag. Het lijkt vooral te gaan om mensen met een verstandelijke beperking. Ook de systematiek van de subsidie aan de verenigingen sluit hierbij aan.
En hoewel de nota zelf de doelgroep breder lijkt te trekken, komt dat niet terug in de uitwerking en dat is jammer. Er is immers ook een groep mensen met een beperking voor wie er binnen de verenigingen geen mogelijkheden zijn en voor wie bewegen en sporten even belangrijk is. Een eenvoudig toegankelijke database met ook daarin de sportmogelijkheden in de regio is een goede stap. Maar dan moet het ook mogelijk zijn om daaraan deel te nemen. En dan gaat het niet alleen om de financiën, maar ook om bijkomende zaken als de nodige middelen en het vervoer. Dat hoeft niet standaard, maar nu laat deze nota een groep mensen met een beperking buiten staan. Wij pleiten ervoor dat er nog eens goed gekeken wordt naar dit onderwerp, zodat sporten voor iedereen met een beperking mogelijk is. Nog een laatste puntje over de communicatie. Het lijkt dus ook wenselijk om deze notitie, graag een beetje aangepast, maar in elk geval de notitie die hierover gaat, ook naar de scholen te sturen. Dat past bij het uitgangspunt van passend onderwijs. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Lasje, voor uw inbreng en aanbevelingen. Mevrouw Snijder, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Het is ons wel duidelijk dat dit stuk informerend is en dat we toch onze mening mogen geven. En we willen dan ook graag een paar adviezen meegeven. Wat ons eigenlijk het meest opvalt is dat het nauwelijks aangesloten wordt bij regionale initiatieven. De Partij van de Arbeid had het daar net ook al over. En onze vraag is dan ook, waarom is er niet meegedaan met de scan van de provincie? Het aantal personen die het aangaat, hebben we nu niet goed in beeld. Het antwoord zal vast zijn dat Dalfsen een eigen onderzoek heeft gedaan, maar wat ons betreft was dat onderzoek te eenzijdig. De ChristenUnie had het daar net ook al over. Het betrof alleen mensen met een verstandelijke beperking. En bovendien weet je bij een regionale scan ook waar je staat in vergelijking met andere gemeentes. We sluiten daarmee aan bij het advies van de Sportraad om mee te doen met de scan van de provincie. Op die manier krijg je alles in beeld. Ook de mensen met een beperking die buiten de gemeente sporten. Verder blijkt uit het stuk dat de inwoners die het aangaat niet voldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden. Nu worden de sportverenigingen geïnformeerd en ondersteund. Maar belangrijker is het om mensen en met name kinderen te informeren die het aangaat en de weg te wijzen. Bijvoorbeeld naar de buurtsportcoaches om zo verder te komen. Het is nu niet duidelijk hoe die mensen uit die doelgroep hier gebruik van kunnen maken. Dus wat ons betreft twee adviezen. Meer aansluiten bij de regionale verbanden. Vanavond werd er al eerder gesproken over verbinding zoeken met andere gemeentes. Nou, dat is hier ook aan de orde. Slim samenwerken en meer en beter kijken waar kansen en middelen liggen. Als er meer geld is, komen er ook meer en betere initiatieven. En het tweede advies is om meer en betere communicatie naar deze doelgroep toe te passen. Dank u, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Snijder. Mevrouw Ramerman, CDA. Dank u wel, voorzitter. Ook wij vinden sporten voor iedereen belangrijk, dus ook voor mensen met een beperking. Ook wij vinden het belangrijk dat zij zoveel als mogelijk kunnen aansluiten bij reguliere sportverenigingen in de kernen, zodat ze mee kunnen doen in hun eigen omgeving en erbij kunnen horen. Het inzetten van de buurtsportcoaches en extra aandacht voor de mogelijkheden ondersteunen wij dan ook van harte om het meer onder de aandacht te brengen. Ook wij hebben enkele vragen, want die €250 voor een vereniging om zaken aan te passen, ja, daar hebben wij toch een vraagtekens bij. Wat kun je daarvoor doen? En wat zijn de ervaringen hiermee? Want het schijnt de afgelopen periode ook al zo gegaan te zijn. Wij ondersteunen ook wat net al genoemd is, de sportscan in te schakelen en het advies van de sportraad daarin op te volgen. Dus er zijn al wat zaken om op te pakken, denk ik, om dit tot een succes te maken. Dank u wel, mevrouw Ramerman. Meneer Schuring, VVD. Ja, het gaat over een heel klein potje. Ik wil het ook niet te lang maken. Het is wel een belangrijk onderwerp. Eén puntje meegeven, inderdaad, hij is vaker genoemd, de adviezen van de sportraad. Ik denk dat die misschien wat meer aandacht zouden verdienen. En misschien zitten daar wel een paar punten bij die wat serieuzer meegenomen kunnen worden. Het is een zeer beperkt budget wat meegenomen wordt, naar €250 per vereniging. Ik ben ook wel erg benieuwd naar wat de ervaringen zijn, wat ermee gedaan kan worden. Want ja, persoonlijk kun je al niet zoveel met de €250, maar op het moment dat het over dit soort onderwerpen gaat, dan ga je al gauw in de grotere papieren praten. Dus ik ben daar wel benieuwd naar. Dank u wel, meneer Schuring. Volgens mij heb ik alle fracties gehad. Ik wil meneer Van Leeuwen vragen om de vragen die zijn gesteld te beantwoorden. Meneer Kotstee schuift aan.
Ja, dank u voorzitter. Er zijn inderdaad een paar zaken waar ik inhoudelijk onvoldoende op de hoogte ben. Dus ik hoop dat de heer Kortsteed daar een antwoord op kan geven. Dat gaat vooral over die ervaringen met 250 euro per vereniging. Wat ze daarmee kunnen wat betreft de aanpassingen. In zijn algemeenheid, ik hoor bij diverse fracties... van sluit aan bij de regionale initiatieven, regionale mogelijkheden. Ik wil er graag op wijzen dat onder punt 4, hoe verder, zijn daar vier lijnen uitgezet. En onder 3 staat aan te sluiten bij mogelijkheden van regionale samenwerking. Dus wij gaan dat doen. Dat was al helder. Voor wat betreft... Kijk bij de buren, ik zie dat ook in het verlengde van zo'n regionale samenwerking. Ik heb voor de aardigheid afgelopen vrijdag eens wat rondgesurfd op het internet. En daar kwam ik tegen www.sportwijzeroverijssel.nl. En daar kun je perfect per gemeente vinden wat daarvoor initiatieven zijn. Ik ben van mening, en ik zal dat aan mijn collega ook overdragen, dat... niet iedereen dat via het internet zal kunnen bereiken. Zeker de doelgroep van mensen met een verstandelijke beperking gaat dat niet lukken. Dus ligt daar bij ons een taak om daarover te communiceren, om dat duidelijk te maken. Dat is wel gepoogd om dat via de sportcoaches, buurtsportcoaches te doen. Die zijn op bezoek geweest bij Philadelphia, die hebben de mogelijkheden aangegeven... Maar ik denk dat we daar nog meer op in zouden kunnen en moeten zetten. Dat u het niet eens bent met het delegeren van dit geheel kan ik niet helpen, meneer Rooijakkers. Het is een beperkt budget, dat ben ik met u eens. Overigens, regeling voor mensen met een beperking... En dan een lichamelijke beperking en dan in het kader van zwemmen in warm water. Daar zijn ook zorgverzekeraars die daar mogelijkheden voor hebben. En ik vind dat dan niet op het gebied van een gemeente liggen. ChristenUnie zegt meer duidelijkheid van de doelgroep. Zijn we met u eens? Die moeten we helder in beeld krijgen. Verstandelijke beperking, daar hebben we een poging gedaan om daar via diverse organisaties binnen te komen... Dat kan beter, dat gaan we ook doen. Database is er dus al voor de regio. Ook daar meer aandacht aan besteden, duidelijk maken van jongens, dit is er allemaal. Als ik bijvoorbeeld kijk bij grote buur Zwolle, wat daar voor mogelijkheden zijn, dan is daar nog wel het nodige te winnen voor onze inwoners. Stuur het ook naar de scholen in het kader van samen weer naar school, vind ik een goede suggestie, dank u wel. Gemeentebelangen, aansluiting bij de regio, die mening delen we. U vindt het eigen onderzoek wat te beperkt, omdat dat vooral gericht was op mensen met een verstandelijke beperking. En u zegt nou, ga meedoen met die provinciale scan. Ik zal dat met collega Van Martels opnemen, want ik hoor dat bij meer fracties als suggestie. Die dat doorgeven. Ook u concludeert, mensen zijn zelf onvoldoende op de hoogte. Daar ligt onze taak om dat duidelijk te maken. Het zijn via buurtsportcoaches, het zijn via een actieve benadering van organisaties die deze mensen begeleiden. Daar ben ik het volkomen mee eens. Nou, dan CDA nog. Want ik heb eigenlijk elke fractie zegt ongeveer hetzelfde. Ik hoop dat ik u de indruk heb kunnen geven dat we dat ter harte nemen. Ervaringen met die 250 voor aanpassingen, dat weet ik niet. Ik vraag voorzitter of de heer Kortsteed daarop in mag gaan. Dat mag, meneer Kortsteed. Aan u het woord. Ja, wat je een beetje merkte bij de discussie over 250, inderdaad, dat zijn gewoon kleine bedragen, heel simpel. Dan kun je ook materiaal, moet je met name denken dus ook aan spelmaterialen. En zijn er heus niet de grote voorzieningen die je daarvoor kunt doen. Dat moet duidelijk zijn. Wat ik met name zei, is het met name een aanzet om het makkelijk voor verenigingen maken. Om in ieder geval ook om kleinere materialen aan te schaffen. Wat je daarnaast merkt, is een stukje ook deskundigheidsbevordering. Wat je vaak merkt, is dat ze zeggen, we willen graag een stukje deskundigheid, missen we.
dat iemand een keer komt kijken en een keer komt helpen meekijken. Een stuk daarom ook een bijdrage in de kosten van iemand die mee kon kijken om ervaring uit te wisselen. Dat merk je wel, dat ze in ieder geval vereniging daarmee zitten te kijken. Een stukje ondersteuning erbij, als ze niet kunnen krijgen via de bonden of op andere wijze. Dus vandaar zijn handreikingen voor verenigingen, om die in ieder geval die gebruik van willen maken. Daar ook in ieder geval een handreiking te kunnen doen, zodat ze er ook gebruik van kunnen maken. Dank u wel voor deze toelichtende informatie. Ik kijk rond en ik concludeer dat we... Meneer Rooijakkers, ja, de wethouder heeft op een deel van mijn misschien enigszins emotioneel geïnterpreteerde uitspraken gereageerd. Maar ik reageerde ook zo, omdat en daar heeft hij niet van gezegd, omdat we 100 bladzijden kregen voor €2000 per jaar. En beleidsnotities, en we gaan straks weer aan scans meedoen en aan allerlei dingen. Ik denk dat als je nou... het geld bespaart om die notities niet te maken, maar het gewoon €10.000 maakt, dat je dan veel meer effect hebt. En dat zat er een beetje achter. Dank u wel voor deze aanvullende informatie. Voorzitter, dat was een afstudeerscriptie van een hbo-student. En u heeft nu van de gemeente een notitie gekregen van inclusief voorpagina 6 bladzijden. U heeft ze zelden zo klein gekregen. Ik hoor u meestal klagen. Klopt, maar we gaan wel beleid maken voor €2000. Dat is dus iets wat ik denk van, is dat wel verstandig om op die manier onze beleidsambtenaren in te zetten en om scans te gaan doen. En dat zat een beetje achter mijn denkmanier. Dank u wel. Dit gehoord hebbende en de raadscommissie gehoord hebbende, hebben we kennis genomen van de notitie, sporten met een beperking. Het college heeft de raadscommissie in de gelegenheid gesteld om opmerkingen en adviezen mee te geven. En op een groot aantal opmerkingen en adviezen is gereageerd. Dat die ter harte worden genomen en meegenomen worden. Meneer Van Leeuwen zal nog met collega Van Mattels de deelname aan provinciale scan bespreken. En kijken wat daar de mogelijkheden zijn. En daarmee concludeer ik dat we kennis genomen hebben van de notitie. En waarvan akte. En daarmee is agendapunt 8, sporten met een beperking, informerend aan de orde geweest. En wil ik naar agendapunt 9, waarbij ik meneer Kotsteen wil bedanken voor zijn... agendapunt 9, vaststellen besluitenlijst 1 februari 2016. Wie heeft daarover opmerkingen dan wel inhoudelijk? Geen, dan stel ik die vast. En dan ben ik aan agenda punt 10. Wil ik u niet onthouden dat meneer Ellenbroek jarig is vandaag. Onze geluk wensen vanuit deze raadscommissie. Hartelijk dank voor uw tractatie en ik wens u nog wel een fijne avond. Van harte, namens ons. Dank u wel. En hiermee sluit ik formeel de vergadering met dank aan u allen voor uw inbreng, reacties en medewerking.